Welkom luisteraars bij wederom een fantastische uitzending van Beter op Papier. In deze aflevering heb ik een uh, hele tof gast, dat zeg ik altijd, maar het is ook altijd gewoon zo: een sportdeskundige, Joyce Assen. Zij is afgestudeerd aan de Hans Hogeschool bij Sport, Wellness en Management. We hebben het over bodybuilding, dat is haar sport waar zij al meerdere keren het podium heeft betreden en medailles heeft gewonnen. We hebben het over hoe je doelen stelt, wat dat inhoudt, hoe je patronen kunt veranderen of je die wil veranderen überhaupt. Wat het betekent, hoe je eruit ziet. En hoe je je van binnen voelt. Het is niet altijd uh, wat je, wat, uh, wat het oog ziet, is niet altijd uh, het ideale plaatje van binnen. En Joyce is uh, om, uh, nu een uh, overstap aan het maken van bodybuilding, naar powerlifting. En uh, aangezien uh, ik zelf ook met powerlifting bezig ben, hebben we aan één stuk door heel veel daarover geluld. Dus heb je interesse in gezond eten en goede patronen en hoe je uh, op een gezonde manier. Lichaam en geest sterker kunt maken, dan zou ik heel snel door gaan luisteren. Uh, dank voor het aan Hansenmach, onze partner in Crime. En mijn tag team, Erik Intorn, Jasper Bosgraaf en IDEA Weergang. Enjoy! Dank je wel. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, zeker. Ik dacht, uh, tussen al je trainingsschema's door, nog eventjes tijd gemaakt om uh, bij ons langs te kunnen komen. Ja, dat <laughs> 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 er <lukte> nog net. <laughs> even <Het lukte nog lacht> snel een training gedaan. <laughs> ja, Heb je echt nog getraind? <laughs> ja, ja. Cool, hoe ja. heb je getraind? Uh, ik heb even deadlifts gedaan. Uh, mijn training niet helemaal afgemaakt, maar voelde goed om nog even wat te doen. Oké, okay, cool. Ja. Hoe lang ben je bezig geweest vandaag? Um, uh, ik ben maximaal een half uurtje met de deadlifts bezig geweest. Gewoon puur techniek? Uh, pu puur techniek. Warming up de, inclusief erbij, want dat is ook belangrijk. Ja. En uh, ja, dus... Uh, ja, dat, dat, uh, ik heb een nieuw schema. <laughs> oh ja, yes, daar gaan we het echt zo lekker uitgebreid over yes. hebben zo. Het yeah. <laughs> is gewoon de juiste plek. Om... <laughs> maar um, het is heel grappig, want uh, toen ik begon met deze podcast, toen, kwam ik, uh, uh, toen mocht ik van uh, Jeroen van uh, Fit.nl uh, microfoons lenen. Oh. Want yes. hij was zelf in Bali. En toen uh, kon ik ze halen, toen was jij daar. We hebben heel lang geluld over fitness, eten, whatever. Dus toen. Uh, toen, dacht, toen kwam ik erachter dat je bodybuilder bent. En jij bent een van de weinige vrouwen die ik ken die dat, die dat doen. En die, je ziet het ook niet aan je, zeg maar. Je bent gewoon super fit, maar je bent niet buiten proporties groot, zeg maar. Dus dat is heel tof om het uh, om over te hebben later in de podcast. Maar nog toffer is, gefeliciteerd, want je bent afgestudeerd toch? Dankjewel. Uh, ja. Zo goed als. Uh, ja. 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 Wat, wat heb je gedaan? Um, nou, uh, dus, uh, sportgezondheid en management heette het. Um, ja, dat wil zeggen, een uh, stukje um, management, uh, namelijk uh, hè, dat het uh, belangrijk is om uh, uh, eigen bedrijven uh, op te kunnen zetten bijvoorbeeld. Uh, dus er kwam financieel management bij kijken, uh, facilitair management... echt alle kanten, een beetje verdieping in de managementkant uh, mm -hmm. van de sport. Uh, sport wordt ook als, uh, ja, als middel ingezet. Um, maar uh, je hebt ook de uh, fitnesskant, ja, de coach-trainingskant. Dus je kunt echt alle kanten ermee op. Uh, de gezondheidskant, leefstijl. Um, en welke kant heb jij voor gekozen om in af te studeren? Uh, ik heb juist uh, de leefstijlkant uh, gekozen. Ik heb ook bij uh, FitNL uh, uh, stage gelopen. Daar mijn afstuderen uh, scriptie gedaan. Mm -hmm. uh, en dat heeft tot een mooi product uh, geleid. Ja. Ja, heel tof. Want ja. toen, 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 toen we elkaar al moesten, toen was je de, zat je er middenin, vet aan het stressen. Ja. Ja. Ja, fijn dat het ook echt van je, van je af is. Uh, uh, ja, uiteindelijk wel. Ja. Hè? Een kleine, uh, ik vond het ook heel tof om uh, bij FitNL uh, yeah, stage te mogen lopen. Uh, ook, ook voornamelijk uh, het bedrijf wat mij heel erg aanspreekt. Want hoe heb je nee, dat misschien. ervaren? Wat heb je daar allemaal gedaan? Uh, nou, ik heb eigenlijk voornamelijk uh, uh, met me ge gericht op het uh, beroepsproduct. Dus eigenlijk gewoon juist uh, um, uh, gekeken naar. Hè? We hebben een. FitNL uh, heeft een uh, online zelfhulpcursus uh, uh, bedacht, ontworpen. Mm -hmm. En uh, eigenlijk uh, inhoudelijk uh, was het al uh, uh, geschreven en het was nog een, um, de vraag hoe het uh, eigenlijk online uh, um, aangeboden zou worden en uh, of het aansloot bij de behoeften van de klant van FitNL. Ja. En ik mocht uh, een uh, pilot uh, testen en uh, onder de gebruikers van uh, yeah, de Fit methode uh, waren ze zo aardig geweest om uh, um, deel te nemen aan deze. Uh, uh, cursus. En het heeft vier weken plaatsgevonden. We uh, ik heb voornamelijk naar de effectiviteit van deze uh, online zelfhulpinterventie gekeken. Mm -hmm. En gekeken uh, wat er nou bij nodig was. Uh, ja, dat het effectiviteit en de effectiviteit en de betrokkenheid van de gebruiker verhoogt. Ja. Het heeft gere uh, geresulteerd uh, dat FitNL uh, het in het uh, nieuwe pakket uh, bij het nieuwe boek heeft ge geïmplementeerd. Yeah. En uh, yeah, nou, het boek is uh, gericht op afvallen. En mijn onderzoek ging ook, uh, was ook op uh, doelgroep afvallen gemaakt. Oh ja, oké. Ja. Oké, okay. okay, want uh, wat, wat waren de dingen die erin stonden dan? Bijvoorbeeld als... Het uh, is een stukje gaming, lijkt mij ook, dat erin uh, zit. Van, uh, dat je... Nou, let niet op Erik hoor, die zit de tech aan het doen. <laughs> Maar uh, kun je een tipje van de sluier geven? Wat moesten mensen dan doen? Wat, wat gebeurde er allemaal als je, als je uh, meedeed aan het uh, onderzoek? Als je meedeed aan het onderzoek uh, kreeg je uh, via de mail kreeg je, uh, reminders bijvoorbeeld. Van, mm. uh, mensen moesten opdrachten maken en die opdrachten zijn uh, gebaseerd op uh, uh, gedragsverandering. Ja. Yeah is ook uh, onderbouwd vanuit de uh, uh, wetenschappelijk, uh, wetenschappelijke uh, resultaten. Dat uh, mensen... Een, uh, um, ja, wat, wat, wat hebben eigenlijk mensen nodig? Um, hè, dat zijn uh, inderdaad herinneringen. Als ze een, een vraag niet maken. Want het is sowieso heel moeilijk om uh, ja, een cursus te volgen. En dan ook nog je gedrag te veranderen. Um, en daarnaast... Uh, uh, hebben we ge uh, gekeken naar. Uh, ja. Uh, uh, draag sociaal support bij. Wat, uh, in, wanneer um, haken mensen af? Hoe, mm -hmm. uh, ja. Daar hebben we gewoon. Um, uh, ondertussen hebben we gewoon, uh, een, een enquête uitgezet. En, uh, ja, want dat, wat, ja. Wat, wat mij interessant lijkt. Want is, je zegt het al, hè, dat is een ja. levensstijlsverandering. Ja. En dat, dat, dat is eigenlijk. Iets wat steeds, in, ik denk in de afgelopen tien jaar... steeds vaker, zeg maar, in het bewustzijn van mensen komt. Ja. Dat een dieet is niet gewoon even een tijdje iets anders eten... dan afvallen en dan weer terug naar je oude patroon. Dat klopt. Maar het is gewoon, als jij eruit wil zien als uh, Nick Venema... dan moet je trainen eten als Nick Venema, bij wijze van. Ja. En dan moet je ook genetisch aangelegd zijn om, om dan... Ja, dan komt ja. meer bij kijken ja. en, uh, uh, ja, het is ook eigenlijk gewoon uh, uh, um, op een lange termijn dat mensen um, uh, in, naast instrumentele dingen ook gewoon toepasbare informatie nodig hebben om, om uh, uh, te kijken van uh, wat, ja, wat sluit nou aan bij de, bij de behoefte van uh, uh, een persoon die um, niet, zoals Nick Venema, uh, vier keer à vijf keer per week uh, uh, krachttraining of powerlifting doet. Ja maar eigenlijk heel basis uh, uh, praktische tips nodig hmm. heeft uh, en dat zelf kan toepassen. Um, ja, eigenlijk en... is dat het gewoon dat je. Ik, ik denk dat wat, wat, wat mij het meeste stoort zeg maar in dat hele uh, fitnesswereldje ja. is dat je bijvoorbeeld een, uh, een postertje krijgt of een, of een digitale flyer en er staat er zo'n vet afgetrainde dude ja. of vet af, afgetrainde ja. check staat erop. Zat er zo naast, zo'n heel mooi vormgegeven. Zo van. Ja. zo van. Uh, zes weken, sixpack en zes weken. En dan dit, 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 dit en dit, dit. Weet je wel. En dan staat zo heel mooi. En dan, dan kun je dan zo'n cursus kopen. En uiteindelijk, als je het volgt, ja. dan word je sowieso gezonder. Want ja, blijkbaar ben je niet. Dan meestal verander je dan gewoon een paar dingen. Zoals je calorieën, naar beneden. Maar in je hoofd blijft altijd van. Want niemand doet het perfect. En in je hoofd blijft er altijd zoiets ja. als van. Als ik echt heel strikt had gedaan. Dan was het me gelukt om als die persoon eruit ja. te zien. En dat is gewoon niet waar. Klopt. Dat is gewoon, volgens mij, Jeroen zei het een keer ergens voor de grap zo van, uh, hoe lang duurt het om een sixpack te krijgen? Dat hij zei van, ja, ik weet niet, ik probeer het al jaren. <laughs> <laughs> of kun je een, een sixpack krijgen in, uh, in zes weken? Hij zei van, ja, weet ik niet, ik probeer het al jaren. <laughs> dus dan, dus dat, <laughs> yeah. is, dat is ook gewoon zo. Dat ja. Daar staat ook helemaal nergens op. Maar ervaar je dat ook vanuit je, als, als sportkundige, dat je dan met ja. mensen te maken uh, hebt die dan heel snel een quick fix willen? Ja, ja, vooral. Uh, ook als je kijkt naar uh, de, de manier waarop uh, social media is ingericht. Hè? Vooral heel uh, uh, de mooie dingen laten zien. En uh, eigenlijk, um, mensen willen heel snel geld verdienen ook. En ik vind de, daar ligt de kracht ook van fitten uh, uh, heel erg. Uh, er de, de wordt een doel gesteld door een uh, uh, persoon zelf zelf. Um, het wordt gemonitord met een app. A alleen we komen daar eigenlijk achter van ja, um, dat een echt een goede app is, gewoon hartstikke duur En, ja. en um, dat de grote uh, bedrijven, uh, uh, de online coachingsbedrijven, ook wel best wel veel uh, beloven. Maar in de praktijk blijkt het toch wel uh, lastiger, complexer te zijn uh, uh, dat mensen uh, uh, ja, de, de doelen zo... Uh, uh, ja, haalbaar mogelijk stellen. En dat, dat eigenlijk... Uh, uh, zie je dat heel... Uh, uh, steeds weer terugkomen. Dat mensen steeds weer terugvallen in oude patronen. Ja. En eigenlijk... Uh, uh, ja, een handvat nodig hebben. Uh, een hand, hand uh, nodig hebben. Want er de, de is genoeg aan informatie online beschikbaar. Ja. En... Uh, dat is het probleem ook niet. Maar niet alles klopt ook. Niet me. alles klopt ook. En uh, ja, dat is echt zo. Ja. Dat is. Uh... Want ik wel, wat ik, waar ik zelf tegenaan ben gelopen is dat. dat nou, je hebt gewoon dingen als voor de hour body en zo van Tim ja. Ferriss. Ja. Maar je hebt ook andere dat soort dingen die kloppen allemaal. Dus ik, ik, ik denk dat het allemaal wel klopt. Als jij als een, al een soort van basisfitheid hebt. Mm -hmm. En je gaat dan inderdaad iets extreems doen. Want dan heb je al een, een fundament waar je op gebouwd hebt. En dan in één keer zie je die resultaten, zeg maar. Yeah. Dan kun je in één keer wel die sixpack in zes weken krijgen. Bijvoorbeeld door iets heel extreems te doen. Maar yeah. wat die mensen dus niet zeggen is... dat ze daarvoor al bijvoorbeeld tien jaar worstelaar zijn geweest. Of zo. Professioneel of semi-professioneel niveau yeah. hebben lopen worstelen. Wat betekent dus dat ze al sowieso hun spieren hebben opgebouwd. Dus als je je vetpresentatie naar beneden gooit, dat het dan ja. in één keer die spieren zichtbaar worden. Dus dat ja. daar wordt natuurlijk nooit echt naar gerefereerd of zo. Klopt, klopt. Ja, ja dat is ook mijn ervaring. Ja. Dat, dat is zeer, zeker met mijn eigen sportloopbaan uh, ook. Het uh, ja. is echt een, uh, een heel uh, proces. Hoe lang heb jij erover gedaan om... Uh... Nou ja, ik begon natuurlijk gewoon uh, met... Uh, nou ja, ik, ik ben... Toen ik 14 was, toen ben ik 40 kilo afgevallen. Jezus, veertig uh, kilo? Ja. Uh, ik, was, ik was te zwaar en uh, uh, ik snoepte gewoon te veel. Uh, en uh, de, de overgang naar de, de middelbare school was uh, voor mij wel uh, een teken... dat ik uh, ja, de knop om moest zetten. Ja. Uh, destijds had je nog de schijf van vijf. Ja. En uh, ik heb toen uh, aan de hand daarvan... Uh, ja, ben ik begonnen met uh, pff, uh, heel veel brood uh, te eten. En dat juist uh, steeds wat te verminderen. Ik heb het helemaal zelf gedaan. Ja. En uh, vanuit daar uh, uh, is het me ook gelukt uh, om, om ge ja, blijvend uh, hè, mijn gewicht laag uh, te houden. Mag van ik niet... vragen hoeveel ja. je woog op je veertien? Uh, dus ik, ik heb 100 kilo die... gewogen yo ja. je bent echt zo'n heel klein tengere meisje ja. zit hoe kan je 100 ja. kilo hebben gewogen ja, ja. 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 heftig ja hoe, hoe ervaarde je dat gewoon wat, wat was het voor wereld waarin je zat zeg maar uh, nou ik was eigenlijk als uh, een jong meisje heel uh, vrolijk uh, ik werd niet per se gepest maar uh, ik heb wel uh, natuurlijk werd ik uh, oh, soms ook wel gepest alleen uh, ik was niet heel content met mijn uh, gewicht. Dat, dat, dat zat me wel tegen. En, uh, dus op een gegeven moment uh, zei mijn broer ook... Uh, van, pas er wel mee op hè, dat je niet uh, gepest wordt op de middelbare school. Ja. En toen dacht ik uh, zelf van, dan nou, moet die knop moet ook om. Eigenlijk wil ik helemaal niet meer uh, zo zijn. Ja. En, uh, dus gelukkig wel op een hele jonge leeftijd. Ja. Waar je nog, waar je lijf nog heel makkelijk kan uh, aanpassen. Ja. Ik had alleen wel heel erg uh, last van uh, loshangend vel. Ja. Yeah. Want ik was echt uh, in anderhalf jaar tijd uh, yeah, het gewicht kwijtgeraakt. Best wel snel. Dat is echt heftig, hè? Ja. Yeah. Ja, dat uh, ging ook wel. Uh, nou, met weerstand en al. Uh, uh, ik wist toen ook nog niet hoe het precies zat. Maar, uh, nou, en uh, toen heb ik op een gegeven moment uh, het toch weten vast te houden om, ja. Uh, yeah, of jonge leeftijd uh, uh, niet meer uh, aan te komen in gewicht. Ja. ja. Weeg je nog steeds 60? Ik weeg nu uh, rond de 63 kilo. Oh ja, dat ja. Is netjes. Ja. ja. Voor de sport is het ook gewoon. Uh, ja, je moet ook wel, wel gewoon een beetje massa kunnen ja. bouwen. Ja. 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 Want uh, wat zijn voor jou dan? Ik denk dat wat heel veel mensen denken dat vooral als je naar socials kijkt en zo van, ja. Uh, mensen die zijn het in één keer heb je een before en een afterfoto en dat ja. is dan uh, nou, weet, ik, weet ik veel veel weken ja. of maanden zo tussen zit maar dan is het denk ik... oh ja bam dan zit je dan is iemand zo en dan ja. is het als het ware einde verhaal en leeft het nog lang en gelukkig maar ja. dat is Zeker. ah dat is die hele tussenweg is, is niet een lineair zeg maar. nee absoluut niet ja. absoluut niet uh, dit, dit ging echt met uh, ook wel uh, de periode van uh, ja, dat je weer wat aankwam in je gewicht je bent hartstikke jong en je gaat uit je drinkt wel alcohol. En het was helemaal niet zo'n heel lineair proces uh, in de zin van. Nou, ik uh, ben nooit meer natuurlijk naar die 100 kilo uh, uh, geweest. Alleen hormonaal gebeurt er natuurlijk ook van alles. Ja. Dat, 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 dat uh, heel veel afvallen, extreem veel afvallen. En het vast weten te houden. Dus het uh, blijvend gewichtverlies. Dat, uh, ja, dan merk je ook wel vanuit onderzoek dat dat gewoon. Uh, nou. Uh, dat het echt uh, lastig is. Dat, dat je maar 5% misschien uh, weet vasthouden van uh... Van hun nieuwe gewicht. Ja. 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 En dat het uh, ja, blijvend opletten is in het leven. Ja, want wat zijn er bijvoorbeeld. Ja. Uh, Oké, okay, je begon en het gaat natuurlijk de eerste 10 ja. kilo, denk ik, die gaan er zo af. Mm -hmm. en, ja. dan, en, 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 en dan word je dan. ...blijer? of zit je dan in een soort van focus? Of uh, dan, kun je dat een beetje beschrijven hoe dat. Ja, dan, dan is het alsof je een, um, uh, het, het resultaat wat het met zich meebrengt. Het, dat sterkt ook wel je mindset. Dat je uh, hè, weet van uh, je, je weet wat je niet meer wil. Mm. En je weet wat je ja, voor ogen hebt. Wat, 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 dat je een doel voor ogen hebt. Het is wel een kracht. Hè, dat je je mindset uh, kunt aansturen op uh, uh, kleine successen, ja. de, de, de doelen die je stelt voor jezelf. Heb je nog bepaalde punten in jou wat je denkt van oh ja, dat was echt zo'n moment wat dat was weer erop of eronder? Uh, uh, ja, er zijn wel eens momenten geweest uh, de, en dan uh, met name op school bijvoorbeeld. Uh, ja, dan uh, ben wel vrij perfectionistisch van mezelf. Ja. En dan, uh, uh, ja, dan, dan, dan word je een beetje onzeker, maar dat heeft me ook wel heel erg gedreven. Dat, dat, dat je dat niet uh, laat varen, iets wat je hebt behaald. Ja. 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 ja noem, noem eens iets concreets. Um, nou ja, mijn HAVO-afronden uh, bijvoorbeeld. Ja. Uh, destijds ook wel, uh, toen ik zeventien was, wel, uh, wel een moeilijke periode gehad. En waar ik me doorheen moest uh, strummen. Ja. Of struggelen, hoe ja. zeg je dat? Ja. Ploegen. Ploegen. <laughs> ja. 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 En uh, dat, ja, dat heeft. Uh, dat, uh, dan is dan. Uh, dat, dat waar je mee bezig bent, waar je dan controle op hebt, dat is wel uh, leidend. Ja. ja. Dat heeft mij wel uh, gedreven ook. Uh. Ja. ja, want is, ik ja. vind het wel knap, want je bent op een gegeven moment. Je, want, je, wanneer heb jij die overstap naar. Uh, bodybuilder gemaakt. Goeie, wat, ja. Want het is het, wat, wat heel veel, uh, tenminste wat, wat ik dan zie van mensen in mijn omgeving die het, het, hetzelfde hebben ja. als jij, die gaan gewoon door naar anorexia. Ja. Zeg maar. En, dat, en wat, wanneer was het voor jou dat je dacht: oké, okay, ja. okay, dit, dit moet ik, ik moet het kunnen omzetten, zeg maar, in, in, in een mooier uh, lichaam, een sterker lichaam, een gezond ja. lichaam. Uh, bij mij is het natuurlijk ook niet altijd even uh, me mentaal niet uh, even goed geweest. Het uh, heeft natuurlijk ook wel uh, veel gevolgen als je heel erg uh, uh, ja, ermee bezig bent uh, om uh, opgewicht te blijven, om, om bepaalde controle te blijven uitoefenen. Dus dat heeft mij ook wel uh, uh, ja dat heb ik die uitdaging heb ik ook gehad toen ik uh, uh, 21 was, begon ik met uh, fitness, uh, groepslessen volgen, uh, spinning, uh, gewoon veel cardio. En uh, ja, aldoende uh, ben ik eigenlijk rond mijn, uh, nou, wat zou zijn, 23ste in de bodybuilding uh, terechtgekomen. En dan uh, kom je in Groningen uh, in een oldschool bodybuilding uh, <laughs> sportschool. Ja. Yeah. En... Oh, Wat uh, was ja. dat? Wil je dat noemen? Ja, ja. natuurlijk. Dat is eigenlijk uh, hier boterdiep. Uh, Hercules oh, oh, was het geweest. Oh, Hercules. Die hiernaast. <laughs> ja. Oh, dat is nu een eetlokaal. Shout-out Hercules. Ja. ja. Dat was echt vette shit, ja. 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 En uh, nou, daar heb ik uh, uh, tijd ge uh, getraind. Ja. Yeah. En dan moet je ook wel mensen die aan bodybuilding doen. Ja. Yeah. Dat vond ik wel interessant. Want ik dacht, nou... Ja, uh, mindset heb ik wel. En... Uh, maar voornamelijk kwam... ook een mannenwereld, toch? Ja, het is een heel erg mannenwereld. Ja. Je dat, uh... hoe, hoe heb je dat ervaren, dat lijkt me dan gewoon? Ja, in het begin vond ik wel spannend. Maar spannend in de zin van ook wel eng, een beetje intimiderend dat van die uh, sterke mannen uh, even vertellen hoe je <laughs> als je iets fout doet, je komt corrigeren. Yeah. Of, uh, ja. Um, maar er waren gelukkig ook vrouwen. Uh, die daar sporten. Yeah. En, uh, vrouwen ook uh, uh, van de oude stempel. die heel erg. Uh, uh, dat aerobics gericht uh, trainen. Dus uh, niet met grote billen. niet zoals het nu is. Yeah. Maar wel gewoon veel uh, cardio. en nou, wel gewoon de klassieke vorm van. Uh, fitness. Yeah. Ja. Ja. En. Uh, nou, daar is het eigenlijk wel begonnen. Uh, toen ben ik nog een keer met een bodybuilder. samenwezen trainen. Maar ik had, er, ik had er helemaal geen verstand van. Ik wou, ik wou heel graag, uh, ik was heel leergierig. Ik stelde heel veel vragen. Ja, vonden ze ook wel oh. moeilijk, natuurlijk. Ja, ja, want het is gewoon. Bedoel, het is ook echt heel erg praktijk. Ja, heel veel dingen doen. weten we ook nog steeds gewoon niet. Van, nee. ja, maar hoezo, uh, hoezo doe je dit dan? Ja. ja. In wel. Staat in de ja. encyclopedie van moderne bodybuilding van Schwarzenegger. Voor de rest weet ik het ook niet. <laughs> Joe, zo, <laughs> ja, ja, ja. ja, ja, <laughs> ja. ja, ja dat is, dat was ook natuurlijk heel veel uh, ja, van vertellen. Uit eigen ervaring. Uh, ja, wat, wat, mensen zei, uh, wat mensen zeggen. Maar ook wel, uh, ja. <laughs> heel veel uh, ja, onzin. Maar ik merk er zelf van. <laughs> ja, ja. noem eens wat bro science, wat dan gewoon. Uh, <laughs> ja, ja. Ja, je, je <laughs> ja. Wat je kan over je heen. En je, hebt je begint natuurlijk met de klassieke cheats of junkdagen. Nou, dat, uh, ja. dat was echt. Uh, dat moest uh, gebeuren, want dat zou je metabolisme wel even een, uh, een boost geven. Ja, ja dat uh, was echt wel uh, in, in die tijd. Uh, dat heel veel mensen echt dat uh, uh, gewoon vijf dagen gewoon heel low vijf. carb eten en dan uh, één dag kiezen waarin je gewoon alles vreet wat ja. je wil dat, ja of ja low carb was uh, de klassieke rijst kip en broccoli Zilvervliesrijst, <laughs> toch uh, ja zilvervliesrijst. ja, 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 ja. ja of ba basmati ja. zouden mensen ook wel uh, dat mag gegeten ook. hebben dat ja. mag ook wel ja en dus ananas en ik dat was uh, ja dat was dan uh, de, uh, de manier die daar achter de balie uh, stond die zei uh, uh, nou, dat hij genoeg ervaring had. En dan had hij een vast uh, schemaatje. die aan elke vrouw. Uh, wel werd voorgeschreven. ongeacht uh, welk lichaamstype of bouw. er werd niet heel erg gekeken. Yeah. Nou, je vetpercentage werd wel opgemeten, natuurlijk. met zo'n. Uh, tangetje. Tangetje. Yeah. <laughs> ja. ja, zo begon het. Yeah. En ik, uh, ik merkte dat ik uh, van nature. Uh, wel aanleg heb om. om gespierd te worden. Wel... Oké, okay, hoe kom je daarachter? Wat, wat doe je ermee als je dat zegt? Nou, dat ik uh, op het moment dat ik... Uh, goed... Uh, wat eiwitten uh, innam... mijn eiwitten innamen, ja, hoge uh, was... En dat ik dan... Uh, spier -oefen gewoon, gewoon oefeningen deed. En dat ik dan heel snel... Uh, merkte dat... Uh, <laughs> dat ik... spiermassa opbouwde. Yeah. Of in ieder geval een atletische... Uh, Look uh, kreeg. Ja, het <laughs> is heel grappig. Want het is al uh, nou, uh, elf jaar geleden dat ik uh, daar in, dat, in die sportschool uh, stond. Kwam, ja ja. <laughs> ja <yeah>. flashbacks. <laughs> ja, dat je denkt van uh, nou, ik heb echt wel heel veel al dingen ook voor, waar, uh, voor de waarheid aangenomen. Ja, want je ja. zegt van, ik, ik, ik denk namelijk wel dat als je die, die cheat days erin gooit, dat dat gewoon uh, überhaupt voor heel veel mensen gezond is, omdat je gewoon. Overal gewoon beter gaat eten. Ja, dus gewoon meer een mentaal ding. Van mentaal de, ding. Ja, dus je ja. kan uitkijken van ja, maar er is gelukkig ja. één of twee dagen in de week dat ik helemaal los kan gaan. Dus ja. En, ja. Dan, uh, en dan, dan heb je er een soort van dat je denkt van, nou, ah, dan laat ik dit ook wel staan. of Zo. Ja. 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 ja maar was, ik weet niet ja. dat metabolisme dingetje, ik, ja, so, volgens mij. Ik, ik weet het niet, ik durf niks meer te zeggen sinds ik met uh, Jeroen en met uh, Nick omga, zeg maar. Ik word wel ja, opgelopen gecorrigeerd. Ja. ja, snap ik. <laughs> ja, 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 ja. Ja. ja, maar het is wel zo van, dat, dat metabolisme verhogen, geen idee of dat zo is. Weet nee, jij, dat, weet jij uh, dat wel of niet? Nee, ik, ik hoor daar ook vaag wat over. Ik heb er natuurlijk zelf, uh, uh, weet ik daar niet heel veel van af. Volgens mij is het wel geloof, zo dat, ja. wel zo dat ja. als je heel veel eiwitten eet, ja. dat je dan... Uh, en op het moment dat je dan... Dan eet je heel veel minder, uh, hoe heet dat, uh, vezels. Mm -hmm. op het moment dus dat je weer je cheat day hebt en je eet weer vezels, dan gaat ook alles er in een keer uit, zeg maar. Omdat het gewoon maar opgebouwd Oh ja, dat vind ik ook wel uh, logisch. <laughs> ik, uh. Ja, dat ja, 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 vind ik ook. Uh, als je... Ja, ik, ik, ik durf het ook haast niet te zeggen. Ik bedoel, als je, de, als je een hele week... Uh, Net onder je behoefte uh, eet. Ja. En je zou uh, bij wijze keer, uh, een keer gigantische overschot aan calorieën. Ja, dan, dan snap ik wel dat je, dat je lichaam ook wel gewoon natuurlijk uh, van, uh, van slag raakt. Ja. Of uh, de, het doet wel wat. Of ik, ik geloof wel in variatie in eten. Ja. <laughs> dat dat ook wel ja. Uh, werkt. Ja. Uh, ja, daar durf ik weinig over te zeggen. Maar ik denk wel van de, de klassieke uh, eiwitshakes, shakes. Dat, uh, <laughs> yeah, dat het zo belangrijk is. Nou, dat, uh, dat geloof ik niet. Nee, dat ik doe het uh, eigenlijk ook nooit meer, eiwitshakes. Het zou een mooie aanvulling moeten zijn. Ja. Uh, mocht je in tijd uh, nood, nood ko komen, of Ja. 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 kwark is meestal wel een goede, uh, betere oplossing. Ja. Ja, klopt. Maar hoe zit jouw, eten, hoe zit jouw uh, week eruit laat het, hoe, als je nu traint? Wat... Als ik nu train? Ja. Nou, ik ben nu bezig met... Uh, ik heb uh, een tijdje... Yeah, maar mijn uh, ervaring ligt hem juist in bodybuilding, powerbuilding. Ja. Dus meer krachttraining gericht op uh, hypertrofie. Ja, spier, spier, Spiermassa, ja. spiergroei. Uh, houdt in dat ik uh, niet... Yeah, over het algemeen uh, lagere intensiteit, hoog volume heb getraind. Ja. En ik heb uh, uh, sinds een jaar... Ben voor, ik de, al... voor de leek, zeg ja. maar, die dit luistert. Dat is hoge intensiteit. Of hoog, nee, of... uh, hoge intensiteit ja. is hoge gewichten. Ja. Hoge uh, uh, ja, hogere intensiteit is uh, uh, dichter bij je maximale, ja, je maximale voor... gewicht wat je kunt tillen. Dus bijvoorbeeld, als je, uh, laag als je maximaal 100 is, is je lage intensi intensiteit 50 kilo bijvoorbeeld squatten. Ja. Ja, voor de kijker. Voor de kijken, ja Klopt. En volume is hoe ja. vaak je een setje doet, toch? Ja. ja. Hoe hoeveel herhalingen. Ja. Klopt. Um, nou, hoe ziet mijn week eruit? Ik heb nu, uh, ben ik over, uh, ja, eigenlijk heel langzaam overgegaan naar uh, powerlifting. Ja. Ik heb uh, um, waar, daar waar ik uh, met powerbuilding. Uh, kun, kun je. Ja, het verschil tussen powerlifting en powerbuilding is meer dat je in powerlifting uh, met zo. Uh, um, het is gericht op de uh, efficiënter worden in de in de beweging zelf. En powerlifting en powerbuilding is meer gericht op. Uh, ja, hogere volume en het, uh, het gaat meer om de spiermassa die je opbouwt, ja. en, uh, ongeacht uh, of of welke oefening je doet. En niet zozeer uh, uh, dat de uh, klassieke squat, uh, deadlift of bench uh, uh, daarin uh, een hele belangrijke rol speelt. Want dat kan ook op, uh, met andere variaties van uh, deze oefeningen. Met meer geïsoleerde worden. apparaten. Ja, en, met, en, ja en, bijvoorbeeld. Ja. Of, uh, ja, precies. Dus, maar het is meer uh, dat ik uh, uh, door de weeks uh, heel erg gericht op uh, meer compound oefeningen. Ja, met compound bedoel, bedoel je gewoon de klassieke de, oefeningen, zeg maar? De, de klassieke oefeningen. Dus de grote de oefeningen waar je ja, je hele lichaam eigenlijk mee uh, gebruikt: dat, uh, bankdrukken, squat. deadliften hè? Uh, klopt. Ja. En uh, daarnaast uh, ga ik um, kijken van hey, hoe, hoe, waar in, in de lift kan ik mijn beweging zo efficiënt mogelijk maken. Waar, waar zit nou de, uh, de zwakte van deze lift? Oh ja. ja. Ja, want daar hebben we het er wel vaak over als we elkaar tegenkomen in ja. de gym. Zo van, oh, yes, van oh, is deze vorm goed, <laughs> weet je wel. Is dit, <laughs> ja. Nou, iedereen zit volgens mij te schaven ook altijd als je een beetje goed bezig bent dan ben je gewoon altijd aan het aan het aan het schaven vooral deadlift is gewoon iets wat dat is gewoon een never ending story denk Poeh. ik ja. <laughs> ja 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 dat is echt uh, en dat, dat vind ik ook zo fascinerend aan deze sport want ik het is echt wel passie uh, wat ik heb voor de sport ja. dat ik denk van nou uh, dat powerliften dat vind ik nu heel interessant uh, omdat ik uh, juist uh, beter wil worden en, hè, in de beweging. We hebben, uh, ik, heb, ik heb heel lang ge, gericht op uh, de mechanische spanning. In de, wat je met uh, powerbuilding doet. Mm -hmm. hè, gewoon bodybuilding. Uh, da, da, daarbij gaat het heel erg over. Uh, nou ja, um, uh, dat je een, een hypertrofie, dus echt spiermassa opbouwt. Maar met. met uh, de powerlifting, is het meer zo... dat ik uh, beter word in... in uh, zwaardere gewichten tillen. En eigenlijk dat op zo'n... Uh, efficiënt mogelijke manier doe. Ja. Uh, je wil niet de hele week... Uh, um, op je maximale kracht uh, gaan trainen. Dus ik heb een schema... Ja. Uh, besteld... Uh, via het internet. Ja. Uh, gericht op mijn... Uh, <laughs> ja, ja, ja. Ik ja. ja. wat, wat kwam je al tegen. Je was vet blij. Hè? Dat ja. Dat was voor afgelopen ja. week. Juggernaut was het toch? Ja. 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 Mooi, mooi. oké, okay, ja. vet. Oké, okay, maar voordat we daarop doorgaan, ik wil even weer een stapje terug. Mm -hmm. Want we zijn nog helemaal niet uitgepraat over, uh, over je bodybuilding carrière, tussen Want uh, hoe, hoe is dat gaan? Je was er nog zo'n fucking rookie toen je, toen je in Hercules stond. <laughs> en in één keer stond je op het podium als eerste plaats en toen later ook als, op, ja. op de derde. Oh, ja. ja. Dus vertel wat is daar tussenin gebeurd? Daartussenin uh, um, ben ik nog naar een naar andere sportschool gegaan. Um, ik heb uh, uh, ook nog uh, uh, bij Harimau juist... Harimau. Uh, uh, Harimau. Ja, shout-out. Ja, ja. Ja. <laughs> ja, is ook hier ja. dichtbij. Ja. Uh, ja, daar, daar ben ik verder gegaan eigenlijk. Da daar dacht ik van, nou, dat... Uh, uh, ik wist ook niet zo goed uh, ja, hoe ik nou moest trainen. Mm -hmm. Maar... Uh, ik wist wel dat ik uh, uit mijn ervaring uh, wat ik ongeveer moest doen. We hebben een beetje de grote lijnen zien in. Uh, dat, dat, dat ik wel wist van uh, nou, als ik mijn benen uh, wat groter wil hebben. Dan moet ik uh, uh, deze oefeningen pakken. En waar het dan een beetje om draaide. Ja, dat uh, dat, dat het, uh, juist die spierspanning zo belangrijk was. Dat heb ik nog een tijdje samen getraind met mijn uh, ex-vriend. Was ook uh, helemaal into de uh, bodybuilding. En uh, toen heb ik zelf, uh, ja, toen ben ik mijn coach tegengekomen. Uh, die, uh, um, die kwam op bezoek vanuit Bonaire. Oh, grappig. Ja. Wie is jouw coach? Uh, Alison Maria. Uh, een uh, pro-bodybuilder. Cool. Ik, ik uh, zeg me maar helemaal niks, maar ja. is wel is een grote naam in de, in de, in in, de, ja, in de wereld. In het wereldje, ja, Ja, Die, die, uh, die heeft ook uh, in, in Amerika op het podium gestaan en is hier in Nederland wel vrij bekend. Cool. Van, uh, de, de, de onder de oude generatie bodybuilders. En uh, ja, eigenlijk zodoende uh, kwam ik, raakte ik met hem in gesprek. Uh, hij vroeg of ik al uh, wedstrijden deed. Uh, nou ja, ik was uh, vrij bescheiden. Uh, en ik zei van, uh, nou dat, uh, dat weet ik niet. Dat, uh, dat weet ik echt niet. Ik durf ook niet eens op het podium te staan. Ja. Uh, maar ik vind het proces uh, vond ik heel interessant. Dus we hebben uh, afgesproken om te trainen. En hij heeft me uh, bepaalde oefeningen laten zien. En ik was eigenlijk heel gemotiveerd. Ik heb dat eigenlijk een heel trouw uh, allemaal aangenomen. Uh, dus bodybuilding eten uh, uh, wat ik al deed uh, had ik ervaren dat ik eigenlijk met bepaalde uh, voeding of bepaalde calorieën uh, 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 mijn onderhoud uh, in mijn onderhoud kon zitten of juist uh, daar wat onder kon zitten zodat ik droger werd dat ja. je meer uh, 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 meer spieren uh, ziet en vet uh, kon verb uh, verbranden. Zoals wat? In lighteners. Dat zijn <laughs> dat mensen zitten te kijken nee, zo van: ja. hou eens niet in spanning, wat is het? <laughs> <laughs> wat, <laughs> ja. wat? Zoals wat? moet ik dat zien? Ja, ja, nee, nee, nee. Wat, uh, nee. Welke voedingen? Ja, uh, wat, wat voor voeding? Uh, ja, het was heel klassiek weer: dat rijst, uh, kip en uh, ja, ananas. En, uh, dat Waarom dat ananas? Dat... Wat de ja. fuck is er met die ananas? Uh, ik. Uh, <laughs> Ik weet euh, het op de dag van vandaag niet helemaal. Ja. <laughs> Waarom dat nou ex exact was. Het, het, het zal wel iets zijn met... Dat, 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 dat er goede enzymen in zaten of zo. Maar er <laughs> dat, dat was, dat was wel iets mee. Dat, uh, <laughs> ja. Eh. <laughs> ja. Uh, ja, rozijnen. Uh, pff, je, je kon het zo gek niet bedenken. Maar uh, rozijnen is meer om gewoon, om, om gewoon meer calorieën... Een hele kleine beetje... Ja. Snelle dichtheid, ja. snelle dichtheid en uh, suikers. En rondom je beentraining was dat geloof ik ook nog wel goed. Om uh, uh, snel opneembare suikers uh, <laughs> te krijgen, ja. binnen te krijgen. Ja, ik, uh, ik vond het eigenlijk wel, uh, wel interessant dat ik dat uh, uh, zo heb gevocht. Um, ja, wat ik meer interessant vond is dat ik met vragen zat met van... Uh, wat voor, wat voor type lichaam heb ik nou eigenlijk? En dat, uh, ja, wat, wat, wat kan ik daar eigenlijk allemaal mee? Ja. Nou ja, toen ik een tijdje dat schema had gevolgd, wat me was opgedragen, toen uh, heb ik samen met uh, mijn coach uh, destijds uh, besloten om uh, toch maar uh, een wedstrijd te gaan doen. Ja. Hoe, uh, hoe, hoe, hoe lang trainde je toen al? Hoeveel jaar? Wat... Uh, nou ja, toen trainde ik. Uh, ik, ik denk. denk Sowieso al vanaf 21 trainde ik al wel, maar uh, vanaf mijn 24ste, 5ste begon ik wel serieuzer te trainen. Oh ja, dat is echt f... ja. vier jaar waarvan twee jaar echt uh, ja, een zeg Ja, maar. Ja, want dan, dan heb je het echt over uh, vijf dagen. Dat heb ik echt wel opgebouwd. Ja. Dat uh, trainen. Ja. ja. Vijf dagen aan twee uur. Ja, ja, je, ja, dat, 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 dat ja. ging heel makkelijk. Maar ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen: je, je ging er wat sneller doorheen met uh, bodybuilding. Okay. Dan, kon, dan kon ik uh, wat grote oefeningen met elkaar combineren: in supersets ja. of in. Uh, ja, het was zelfs giant sets: dat je drie oefeningen met elkaar combineert. Uh, Giant, set. ja, giant. Set. Dat klinkt kan wel zo, maar ik was wel echt heel ja. echt altijd heel gefocust en mensen mochten me ook niet uh, aanspreken. Ja, hadden ja, we wel eens verteld van ja, als ik je uh, dat ik zei, van, hey, ik, 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 ik zag je keer zo ergens, ja, hey, als goed zo. Oh, je zat helemaal in mijn gebied. je schrok ook helemaal zo. <laughs> ja, 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 ja. ja dat, is, dat dat in de sport dat. Uh, ja, dan weet ik ook exact, dan ga ik ook helemaal in zo'n zon zitten van, uh, nou, focus. En, uh. Je hebt toch ook zo filmpjes van The Rock, dat hij zo bezig is met ja. die supersets, zeg maar. Ja. En dan kijkt hij in een keer in de spiegel en dan, focus! Ja, ik heb het ook wel voor de grap om me heen geschreven, focus! <laughs> ja, mooi. Ja. 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 ja, vooral die wedstrijdperiode, dat was wel echt, uh, dat was uh, extreme focus, dan, uh, uh, hoe, zag, hoe zag er dan een week van jou eruit? Ja, dat was wel uh, echt. Uh, um, dat bestond natuurlijk. Uh, ik kan het. Uh, de, de, de shape had ik. De frame was uh, qua massa was goed. Mm -hmm. En het doel naar die wedstrijd toe was alleen uh, hè, droog geworden. Um, en dan uh, bij, uh, ja, bij van je body. Ja. Yeah. En dan had ik gewoon wat uh, focuspunten. Waar ik uh, meer uh, spiergroepen die ik frequent per week ging trainen. En daarnaast moest ik veel cardio doen. Dus cardio, dat was in het begin uh, um, hellinglopen bijvoorbeeld. Yeah. In de sportschool. Yeah. En dat, dat, dat startte ik bijvoorbeeld met 20 minuten maar. En dat, dat heb ik in, in de loop van de uh, weken. Uh, naarmate mijn calorieën ook uh, na, uh, naar beneden gingen. Uh, heb ik dat opgebouwd? Oh ja. Dat ging. Uh, uh, dat, dat bestond natuurlijk uh, uit. Uh, uh, thuis zat ik op een. Um, spinningsfiets. Ja. En uh, dan had ik gewoon minimaal. Uh, uh, na een half uur moest ik dan. Uh, op, uh, op weerstand. Uh, op een lege maag. <laughs> ook ja. nog. Uh, spinnen. En dat deed ik dan. Uh, voor, voor mijn studie aan. Ik ging al naar. Uh, ja, naar mijn De opleiding. Aclo. Ja. Nee, ik, ik deed dat eerst thuis en dan ging ik gewoon naar school ja. fietsen, 20 minuten. En dan hadden we op school nog heel veel sportactiviteiten, want uh, ja. Ja, het is sport, sport en wellness. Uh, sport en wellness, ja. ja. Maar nou, weet je daar niet, weet, weet niet helemaal gek? Ja, en want daarna moest ik nog weer naar huis toe en dan ja. moest ik nog weer een deeltje weer spinnen thuis. En dan naar de, uh, naar de sportschool krachttraining doen. Het was wel heel, uh, uh, ja, mijn energielevel daalde. En, ja. Uh, ja. Moeten nu nu even een kleine pauze voor uh, technische onderbreking doen? Wat is er dan? Even het geluid fixen. Oh, is het geluid uit? Nee, is niet uit, maar. Het uh, ah. kan beter. Oké, okay, kleine pauze. <laughs> ja, boom, daar zijn we weer. Even een kleine technische on onderbreking voor, door uh, inbesleutel van het internet. <laughs> Erik. <laughs> uh, waar waren we waren oh ja dat je net te gek werd als je als je in je laatste periode na, ja. uh, naar je wedstrijd toe, want dan ja. zit je natuurlijk op je beste vorm uiteindelijk ja. en dat is wat iedereen ziet en denkt dat je er altijd zo uitziet. Poeh, echt uh, absoluut, <laughs> uh, want in, in de realiteit was het uh, nou, op het podium leek het heel groot, uh, heel, yeah, omdat het uh, heel droog, heel hard. Maar in de realiteit was ik natuurlijk gewoon uh, flink op dieet. Helemaal uitgemergeld in het gezicht. En uh, uh, ja, juist tegen uh, heel laag gewicht. Zat dat uh, je dan onder die 60 kilo? Ja, dan zat ik uh, rond de 56 kilo zelfs. Yo, dat is echt dus ik heb uh, zo. behoorlijk uh, wat ge gewicht uh, verloren. <laughs> je, je ziet er eerder uit alsof je een eetstoornis hebt dan dat je uh, echt heel. Uh, heel groot lijkt. Ik ben ook van mezelf niet zo uh, breed. Maar uh, ja. Je bent juist, echt zo'n veetje, uh, zeg maar. Ja, ik ben ja. echt zo'n veetje. Smalle ja. taille En, en uh, uh, ja, ik denk wel dat ik geluk heb met uh, ja, de vorm van uh, schouders. Uh, de proporties klopten uh, wel. En daardoor... Ja, leek dat is heel ik belangrijk ook, uh, natuurlijk in die hele sport. Ja, die hele, ja. hele bodybuilding wereld bestaat uh, wel uit uh, juist uh, de, 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 zo'n smalle frame. Dat het heel belangrijk is gewoon dat je smalle taille hebt en dat alle uh, verhoudingen kloppen in, in, in je fysiek. Ja. Yeah. Ja, daar heb ik heel hard uh, uh, naartoe gewerkt. Ja, dat, 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 dat had ik van, van tevoren nooit uh, uh, durven te dromen dat dat gelukt was. Ik wist, ik kon het ook niet uh, voor me zien van uh, hoe ziet dat er dan uit als je zo droog bent. Ja. Yeah. En als je dan... Uh, ook nog uh, geladen hè met koolhydraten op het podium ja je moet natuurlijk ja. wat hoe heet dat re recharger nee Reca ja ja je moet carbing up klopt carbing <laughs> ja. up ja, ja en ja. Uh, want dat houdt vocht vast toch uiteindelijk als klopt, je zo heel ja. lang gewoon helemaal niks hebt dan ga je dan, dan een keer uh, ja gaat vullen ja je glycogeenvoorraden uh, ja, voorraden uh, worden gevuld en nou omdat je uh, ja water hebt gedropt in de in de dagen daarvoor, dat je de water vermindert, de, wa uh, de vochtinname. Dus je wordt eigenlijk uh, als het ware ben je zo helemaal uitgedroogd, maar je spieren vullen zich met glycogeen. En je staat daar uh, vol ja. in het hart, op het podium. En uh, ja, dat is een heel mooi, eigenlijk is het een heel mooi spelletje. Ik vond het heel interessant. Um, ja, mentaal is het natuurlijk heel zwaar, want je bent echt uh, heel moe. Uh, en je... Um, ja, je zit natuurlijk ook gewoon tegen spierkramp aan. Uh, omdat je weinig vocht in je spieren hebt. en je moet heel hard staan flexen op dat podium. <laughs> <Ja>. <laughs> dat dat porseren is yes. super, super belangrijk. Ja. Uh, vond ik ook heel spannend, maar het is heel belangrijk, ja, ja. want heel dan zwaar. hebben we het niet eens over het poseren gehad, ja, inderdaad. Ja, joh, ja. Want het is volgens mij ook die pumping iron van Arnie begint ook dat zo'n balletles zitten. Ja, ja. <laughs> ja. ja, het is mm -hmm. zeg maar, het is heel makkelijk om voor een spiegel te gaan staan en uh, doe maar een ledspread. Dus uh, hè, dat je zo uh, uh, je schouderbladen uit elkaar trekt, ja. zodat je zo'n brede rug krijgt. Zo'n cobra rug. Ja, zo'n zo cobra rug. eh doe dat maar synchroon met uh, je lichaam dat ja. je <laughs> Dat je alles heb je uh, je dat gedaan? Je heb je... moet laten lijken en dan toch moet lachen op dat podium. <laughs> dat lachje ja. is ook zo, zo, altijd zo eng van die luisteraars. Ja, ik heb me wel iets gevisualiseerd op het podium. Hè. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Ik zie altijd van die gasten, die zeggen zo van... En dan kijken ze naar die spieren, en dan, even ja, maar dan ja, helemaal ja, ja, verkrampt ja. lachen hier zo. Maar dat, dat uh, kijken in de spiegel ja. vond ik, uh, ik wel heel eng tijdens dat uh, voorpasseren. Maar ik heb gelukkig poesierlessen uh, gehad van oh, professionals. Ja. Van een hoe pro gaat, gaat zoiets dan? Um, ja, je, ga, <laughs> je wordt uitgenodigd door de bond van de bodybuilding. Natuurlijk. Oh, en die dus organiseren het. Jij ja, betaalt natuurlijk. Je betaalt je verschil. Jij betaalt je schil en uh, yeah, uh, inschrijvingsgeld. En uh, overal wordt er wel aan verdiend, zeg maar. Ja. En uh, nou, die poseerlessen zijn gratis. Oh, dat dan nu wel. Ja. <laughs> ja. Maar dan moet je wel helemaal naar Soetermeer. Ja. <laughs> ja. ja, dus daar ben ik nog uh, een paar keer geweest. En dan, uh, ja, dan krijg je de regels uh, van uh, hoe je moet poseren op het podium mee. Want het zijn echt... Uh, dat zijn officiële, echt regels. Ja, daar krijg je dus de punten ook uh, op. Je, wow. ja. Ja. ja, ik zit. Ik, ja. Ja, okay. Het is heel Zelfen. interessant, ja. want je komt ja, spel, met ja. de mensen waar je tegen op het podium staat, daarmee ga je poseren van tevoren. Ja. En dat kan al wat weken van tevoren zijn. Dus je weet nog helemaal niet hoe het eindigt, uh, hoe mensen op het podium uh, lijken ja, ja. of staan. Dus uh, het is heel erg focussen op jezelf. En, uh, ja. en eigenlijk maar gewoon uh, volhouden wat je hoe het voelt. Ja. <laughs> ja, dat jij niet scheef staat uh, op dat podium. En, uh, yeah. Was je zenuwachtig voor, het, uh, voor de eerste keer? Poeh, ik, uh, ja, ik vond het echt heel spannend. Ik vond het uh, poseren ook helemaal, ik vond het helemaal niks. Maar uh, omdat ik ja, ik had, uh, ik had, ik had, wel, ik had wel last van faalangst. <laughs> uh, maar gelukkig waren die, uh, die lampen op het podium, uh, je wordt helemaal verblind door lampen. Ja. En je kunt, je kunt het publiek niet zien. Je kunt ze alleen horen. Yeah. Je kunt de juryleden half zien. Ja. Yeah. Dus het enige wat je kunt visualiseren is iets zo'n krachtigs qua mindset waar je aan denkt, yeah. zodat je ook uh, blijft lachen. Wat en, was uh, jouw enker? Uh, uh, ja, ik, uh, ik had een vriendin mee en die zat uh, op de eerste rij, twee vriendinnen. En uh, dat, was, <laughs> dat was heel erg over. Uh, uh, hè, dan moest ik visualiseren dat ik het uh, dat alle, alle liefde voor alle mensen daar in die zaal en uh, de manier waarop ze het zei was gewoon heel grappig. Dus we hebben echt uh, uh, toen ik dat naar voren uh, ging halen, toen moest ik heel erg lachen. Dus ik heb aan één stuk uh, geglimlacht ja. op dat podium. Dus dat heeft geholpen. Ja. En vooral de tijd nemen. Vooral de tijd nemen om je posters uh, te doen. Ja, dat je rustig uh, je laat zien aan uh, iedereen. Mm. Ja. Want hoe gaat het dan? Je, komt, uh, je, je, je hebt je uh, eerst tijd met heel veel mensen en dan worden dat dan... dan je... Ja, je hebt, uh, je hebt uh, rondes. Ja. En de eerste ronde is een uh, vergelijkingsronde. En dan uh, kun je als nummer naar voren geroepen worden. We hebben allemaal nummers op. Ja. En uh, uh, de vergelijkingsronde bestaat uit de quarter turns. Dat je uh, uh, front, uh, side en dat je naar achteren... Uh, de back pose doet. Dat zijn nou, gewoon alleen maar zijn, drie poses? Ja. Zeg maar. ja, okay. ja. En uh, dan uh, gaat de jury al uh, nummers uh, vergelijken. Dus ik ben vier keer in totaal in, in de eerste ronde naar voren geroepen. Wat ik heel eng vond. Want ja, um, ik wist ook niet zo goed wat dat nou betekende. Dus de dag van, zullen ze nou met mij twijfelen? Ja. Yeah. Of... Uh, dus, uh, toen ik het podium uh, afliep, yeah. uh, toen zeiden mensen al meteen: Nee, je zit meteen in de uh, first call-out. Yeah. En uh, super goed. En uh, je hebt super goed gedaan, wat een shape. En, uh, dus dat was echt uh, oh, wow. uh, mind blowing. Yeah. Gewoon uh, dat je denkt: van, uh, dat is zo spannend. Je hebt het nog nooit gedaan. En uh, dan sta je dan in je bikini? Yeah. <laughs> Ja, want het, is ook heel, het lijkt me ook heel dat je echt, uh, hoe heet het? Uh, Helemaal bloot haast. Ja, heel fragile, een beetje zo van uh, kwetsbaar. Ja. Je stelt je ook kwetsbaar op, zeg maar. Dus stel je stelt je heel louis, kwetsbaar zeg maar. op. Ja. En dan denk je van, uh, en er wordt gesureerd. En het kan uh, erop of eronder zijn. Ja. En uh, ja, wat ik dan wel heel mooi vond is uh, uh, de, uh, de feedback van het publiek. Dat je mensen echt hoort juichen. Yeah. Dat uh, mijn naam wordt geschreeuwd en uh, uh, dat, dat, dat meteen uh, mensen op je afkomen van uh, wat een goede shape. Dus uh, zeg maar de hele sfeer eromheen, backstage, was wel uh, super Oké. Okay. Uh, er was een, uh, een wedstrijd in Brabant, in Veghel. <laughs> de oh, Atlas oh, Cup. Heet Gezellig. Gezellig, ja. <laughs> ja. 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 Heel klein theatertje. Ja, ja. En... Uh, ja, dus, dat was echt... Uh, dat waren hele, ook wel hele fijne mensen die uh, als vrijwilliger daar gingen helpen. Ja. En, uh, <laughs> dus dan merk je al van... Oh, wat grappig. Dat je dan uh, versteld staat uh, wat tanning dan ook met je kan doen. Dat je uh, <laughs> was je ook... Uh, ja, stond je een, een beetje helemaal ondergespoten ook? <laughs> De spreten en... Uh, ja. ja, alles. Oh, alles uh, ja, dat je dan uh, make-up uh, opkrijgt. Uh, dat je denkt van... Nou, dat, dat zou ik nooit zelf uh, zoveel uh, opdoen, maar uh, yeah. ja. Ja, het wordt uh, in de bling-bling dat je een, een hele dure bikini aan hebt met uh, Swarovski-stenen. En uh, <laughs> dat je denkt van, nou ja. <laughs> Had je dat? Ja. Oh shit. Ik heb hem nog steeds. Okay. <laughs> ja, ja, yeah. ja. Dus, uh, nou ja. Dat, dat, uh, maar dat in... dat helpt bij de... Hoe je shape eruit uh, nog beter uitziet, zeg maar. Ja, de kleur van de bikini is uh, best wel bepalend. van hoe je uh, de, de maat van de bikini. Hoe, <laughs> yeah. Je moet, moet uh, zeg maar, twee derde, geloof ik, je bil bedekken. Um, in mijn klasse, ik deed body fitness klasse. Mm. En uh, ja, de, de, de stenen, die uh, zijn zo belangrijk... omdat je de, ja, op dat podium uh, komt dat mooier eruit, hè. Moet je opvallen, hè. Ja, moet je ja. hakken aan. O, ook nog hakken. hakken. Oh shit. Ja, maar kun je je benen ook nog. Oh, het lijkt me dat echt gruwelijk om, dan mee te, om je benen te moeten flexen als je op hakken staat. Zeg maar. Dat is ook heel, uh, heel zwaar. <laughs> ja. 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 ja, en dan uh, uh, ja, heel vrouwelijk lopen op hakken. Het is dus ja, eigenlijk gewoon een soort van, alleen maar tegenstrijdigheden, zeg maar, Zo van flex op hakken, vrouwelijk lopen. Terwijl ja. je echt, fuck, en dan dat het ook allemaal ja. heel vloeiend uh, uh, moest gaan, hè? Dat, je, uh, dat je niet uh, ziet dat je helemaal stilstaat, maar ja. gewoon uh, in een vloeiende beweging in die positie komt. Een soort van dans eigenlijk. Ja, 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 ja. ja, het is eigenlijk wel een show wat je weggeeft. Nou, ja. Ja, dat vond ik wel een uitdaging. Want ik heb uh, in, in die uh, vergelijkingsronde, merkte ik ook wel van, uh, uh, dat ik eigenlijk eerst uh, te veel naar links stond, dicht bij de coulissen. Yeah. En dat er eigenlijk tegen mij gezegd werd van, uh, maar gewoon even stapje naar rechts, want uh, <laughs> anders. Uh, <Ligt laughs> en ze er bijt al? ook niet. Uh, ja. Uh, ja, ja. Yeah. Uh, dus ik, ik was echt wel heel zenuwachtig dat je denkt van, oh, uh, je moet wel uh, uh, snel uh, omdraaien. Uh. En, en, dan, uh, en, dan, uh, uh, dan, en dan komt die volgende ronde. Hoe zit het? Ja, dan? die volgende ronde is dan uh, de, 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 de persoonlijke ronde. Je gaat dan uh, juist uh, porseren dat je, uh, ja, je. Je moet een bepaalde routine lopen. Je komt op dat podium en uh, je groet het publiek op een bepaalde manier. Dat heb je allemaal geoefend? Ja. En dan uh, laat je van de ene kant van het podium naar de andere kant laat je zien. Uh, uh, in, in bepaalde poses, uh, hoe je shape eruit ziet? Een soort, soort, op een uh, muziek. Een soort catwalk eigenlijk. Ja, het is echt een routine op een catwalk ja, ja, hm. ja, klopt. En uh, ja, dat was wel. Uh... Maar, maar zijn dan die, die poses die je dan doet, zijn die dan wel wat meer uh, um, uh, zelf gekozen of zijn het ook weer? Nee, die, 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 uh, sta, de hele routine staat vast. oké okay. ja het is niet zo, uh, uh, zo vrij als uh, je hebt ook wel wedstrijden waarin dat uh, uh, heel vrij is. Yeah. Maar, maar hier gelden ja, waren de regels er wel. Oh ja, oké. Okay. Ja. ja. Dus iedereen deed gewoon hetzelfde. Je kon elkaar niet soort van uittroeven of zo van... Nee, nee. Alleen uh, met hoe je zelf overkomt uh, ja. en uh, ja op basis van uh, ja hoe je loopt of ja. Uh, yeah. Ja, dat is echt, het valt echt met uh, goed poseren. Dat yeah. Het valt in staat met goed porseren. Oh, sure. uh, ja, en in de laatste ronde was uh, uh, natuurlijk uh, ja, dat, dat, uh, dat je weer in die line-up uh, terecht kwam. Uh, dat was de laatste vergelijking. En dat je dan uh, na, uh, dat dat um, je bleef gewoon staan als je eerste werd. Dus dat, dat bleef, ik bleef ook echt uh, met drie anderen. Ja. Yeah. Uh, bleven over. Het was super spannend. Van, uh, dan je werd dan naar voren geroepen als je niet uh, had gewonnen. Dan kreeg je een medaille. En dan dus was echt uh, dat je denkt van, uh, ik wist dat ik in de top drie zat, yeah. maar ik wist niet uh, welke kant het op zou gaan. En nou ja, en, uh, dan heb je uiteindelijk uh, de overal uh, uh, titel die nog uh, wordt uh, verdeeld, zeg maar, dan van alle lengteklassen in body fitness. Yeah. Dus vrouwen, uh, zowel masters als, uh, uh, ja, je hebt verschillende lengteklassen, 1,63 meter, 63, geloof ik. Ik zat, uh, ik ben zelf 1,68 meter. Uh, en dan nog een uh, niveau hoger. Yeah. Of in ieder geval, ik weet niet in hoeveel. Maar dan daar werd ook nog uh, een winnaar uitgekozen. Dus ik had twee titels. Zo? Ik uh, was eerste geworden. Ja. En uh, overal winnen. Ja. Oh, dat moet ja. echt zo'n boost geven ja. dan. Als je zo hard gewerkt hebt, zeg maar. Ja, Vier ja. Vier jaar lang eigenlijk. Ja, eigenlijk dat? wel. En, en ook uh, dat jaar uh, dat ik met de opleiding Sport, Gezondheid en Management begon. Uh, toen had ik gewoon besloten van, ja, ik wil dit gewoon meemaken. Want hoe... Ik... ik uh, ik weet niet of ik de kans nog krijg. En, uh, het, zat zo, uh, het, zat, het zat zo diep bij mij dat ik dat moest doen. Mm -hmm. En uh, dat was wel echt... Uh, een, ik heb een heel jaar uh, ja, echt uh, ook wel uh, snoep laten staan. Alles, alles. Ja. Ben je dan zo'n snoepert? Nee, helemaal ah, niet. Nee, okay. nee. nee gelukkig mm -hmm. was dat ook heel makkelijk. Ja. Dat, het, uh, dat ik wel vrij... Ik hou van vrij gezond eten. Ja. en uh, Wel genoeg eten. En uh, ja. Want wat is je calorie intake ongeveer als je gewoon nu. nu Ik weet niet of je naar wedstrijd toe aan het trainen bent of niet, maar uh, wat, wat is ongeveer. Wat eet je nu per dag aan calorieën? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat ik net uh, op mijn onderhoud zit, uh, ik heb het eigenlijk helemaal niet meer zo getrekt. Ja. Yeah. Um, laat ik zeggen 22 23 100 calorieën en je traint elke dag ja oké okay. ja elke dag nee ik train, ik train vijf keer in de week ja oké okay. dus gewoon een ja. werkweek een werkweek ja, klopt ja. ja en ik probeer uh, actief te bewegen als wandelen ah ja ja Want oh. dat is ook belangrijk natuurlijk ja. ja ja dat vergeet je dan heel vaak hè dat je dan gewoon eigenlijk helemaal kantoor gaat. ja dat we allemaal man is zeggen we zitten heel veel ja en uh, gewoon voor het zenuwstelsel is het ook belangrijk om uh, niet altijd aan te staan, maar gewoon ook uh, wandelen helpt ook gewoon bij. ontspanning. spanning. Dus het is het nieuwe roken. Ja, is het is het ja. echt een nieuwe roken. <laughs> ja. 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 Ik zat vandaag nog grapjes te maken bij uh, een van mijn opdrachtgevers. Bij ja. Cordify zaten we ja. zo van, uh, van die bureaus die je kunt verstellen. Mm -hmm. En uh, toen zaten, ging er een paar lui zitten en was er even roken hoor. Dan gaan ze naar beneden. En dan volgens zo van, nou, jullie nemen ook vet lang rookpauze. Dat vind ik echt niet kunnen, weet je. Dat nee. je dan, oh ja, kut. En dan, uh, dan weer omhoog zo met dat bureauotje. <laughs> ja. ja, ja, precies. Maar, uh, en, en, dus dat was je allereerste wedstrijd, weet je, overal eerste en, en eerste in je klasse. Klopt. En weet je, krijg je dan niet een beetje last van overmoed? Dat je denkt van, ah, ik kan alles aan of... Wordt het juist gaan laten door naar faalangst? Of? Nou, ik vond het eigenlijk wel heel spannend, Ja, want de lat kwam wat hoger te liggen. Je ging van een C-wedstrijd. In eerste instantie kreeg ik goedkeuring van school met een nou, tijdelijke topsportstatus. Oh, wat cool. Uh, kreeg ik ja. Uh, yeah. Dus de Johan Cruyff Academie? Zeg maar. Nou, eigenlijk niet. Nee, het was gewoon. Ik kreeg ook niet. Ik kreeg ook geen geld of zo voor of het werd. Ik kreeg gewoon uh, 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 akkoord dat ik uh, uh, wat wat lessen mocht missen of in ieder geval misschien kon zijn dat ik wat studievertraging kon oplopen door deze door de deelname aan deze wedstrijd. Mm -hmm. uh, en toen ik dus uh, had gewonnen, dacht ik van ja. Over twee weken is die andere wedstrijd de B-klasse. Uh, klasse. En uh, die werd in Rotterdam gehouden, geloof ik. Iron Man en Iron Maiden. Uh, toen dacht ik van nou, dat is wel uh, heel uh, interessant. Uh, twee weken later, dat kan, yeah. dat, ja, want dan ben je natuurlijk nog in top shape. Ja, yeah. ik dacht van dat is zo'n uh, zo korte uh, periode nog. Uh, dus ik heb uh, toen toch maar de stout schoenen aangetrokken. Want het was niet echt uh, afgesproken met de studie. En Toen ben ik maar toch wel. Uh, ja, heb ik me ingeschreven voor die wedstrijd, want dat kon nog. En dan krijg je wel een ander niveau weer. Want uh, C-niveau C, uh, kijken ze op een andere manier naar dan, uh, dan B-klasse. Dan verwachten ze dat je al uh, nou, misschien nog iets droger bent, bijvoorbeeld. Of, uh, of iets meer spiermassa. Het moet allemaal, het mag allemaal wat uh, belangrijker. Ja. Dus ik merkte dat B-klasse was ook al vrij pittig, al meteen. Dat je tegen uh, vrouwen die heel uh, nou, jaren erin zitten. Ja, en ook wel gewoon heel hard of zo. Waren ze aan trash talken ja, uh, ja, nou, <laughs> ja? Ja. ja, dat je daar komt van, uh, nou. Ja. Ah, lastig Ja, het ben... ja, niveau was uh, wel uh, heel groot. Ja, dus dat en... is ook echt zo van, nou, je had uh, ook uh, een weekje langer kunnen vasten. Want. Uh, je, 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 je apps zijn toch niet uh, helemaal voorbereid of zo? dus je mentaal proberen te ja, ja. <laughs> Nee. Van, oh, die kwast. Oh, ja. Dus, ja, je hebt wel talent, maar zo te zien zijn die kwast nog niet helemaal op hun toppunt. Of zo. Ja, 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 ja. <laughs> nee. Uh, ja. Uh, gelukkig was dat niet het geval. Want het, uh... Maar ik, ik had ook helemaal geen idee uh, tegen wie... Ja, ik wist het ongeveer wel, maar uh, tegen wie ik eigenlijk allemaal moest uh, staan. Er waren ook wel echt uh, vrouwen bij die ik nog nooit gezien had. Ze uh, veel ouder waren. De beesten, uh, ja, maar ook oh ja, maar dan veel meer trainingsjaren hebben. Ja, uh, nou, nou, vond ik zelf al dat ik uh, best wel wat kwaliteit uh, had neergezet al. Mm -hmm. Maar um, een periode van lang diëten en dan weer opnieuw uh, trainen en laden was ook wel uh, spannend. Want laden uh, is dan gewoon weer even, even weer, weer eten? Weer even, weer. Uh, Precies, zodat je weer. Met uh, massa in, kunt. Ik, ja, dat je ook weer even op een, op een goede manier. Uh, op dat podium komt. In plaats van dat je uh, lichaam. Uh, in weerstand gaat. Ja. Vocht vast gaat houden, bijvoorbeeld. Want het is best wel een gestreste situatie. waarin je je bevindt. Dus je, dat je zo'n laag vetpestage hebt. Uh, mentaal is het zwaar natuurlijk. Maar ook uh, lichamelijk, dat het. Uh, ja, het lichaam is moe. Ja. <laughs> ja. ja, dat is echt... Een... Zoveel, zoveel het is zoveel toch? Het is toch bizar dat dat dan een, uh, een ja. ideaal beeld is. Mm -hmm. Ja, dat vind ik ook altijd wel. Dat ik denk... Maar ja, ik bedoel, ik ben het... Ik vind ook dat dat... Het is bij mij ook zo van, ja, Zo wil ik eruit zien, bijvoorbeeld. Weet je wel? Ja. En dan ben je bezig. En dan kun je dat misschien nog maar twee dagen volhouden ja. of zo. Om, om, om ja. echt dat perfecte plaatje... Ja, dat je denkt van... Uh, ja. Uh, ja. 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 Je moet wel echt een eindstreep weten. Ja. Want... Uh, 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 die tweede wedstrijd werd ik derde. Hmm. Um, nou, ik had wat stress gehad, want ik heb mijn telefoon in het hotel laten liggen. Um, mijn coach die zat... Uh, of ik had nu geen uh, backstage, niet iemand die mij ook hielp. Dus het was allemaal wat spannender. Ja. Dus ik merkte al wel aan mijn lichaam dat het wat gestrest was. Ja. Dus dat was wel... Uh, nou, dat, ik stond er ook uh, minder goed uh, voor. Een beetje last van mijn uh, buik ook. Oh, dat had ja. je een keer verteld? Dat je witte ja. broodjes pindakaas moest eten, toch? Klopt, ja. ja. Ja, ik heb dat ja, laden uh, met... Uh, dat komt heel nauw. Je, 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 je neemt bepaalde voeding uh, in je prep, ja. Ja, in je voorbereiding. En als je dan in één keer heel anders gaat eten dan wat je in je voorbereiding hebt gedaan dan is het altijd spannend van, hoe reageert mijn lichaam daarop? Ja. Is dus het... Uh, ja, ik kom zelf meer uit de vechtsport. Ik heb jaar En uh, bij ons was het natuurlijk ook zo... Om, ja, ik, ik heb nog nooit heb ik me bezig gehouden met krachttraining, zeg maar. Mm -hmm. was het was toch altijd conditie en... Ja, voornamelijk conditie en gewicht. En uh, dat, dat, ja, op een gegeven moment zaten we ook gewoon filmpjes te kijken... van pros zoals uh, Andy Sauer en zo, weet je wel. Die dan K1 Max deden, dat is dan min 70. En dat zijn er dan zijn van die, die gasten die zijn best ja. wel pand, zeg maar. Ja. En het zo van hé, hoe kan die gas nou min 70 wegen? Weet je wel? <laughs> en dan bleek er achteraf dat die lui gewoon uh, een week van tevoren gingen ze gewoon aan een, uh, aan een infuus en dan gingen ze gewoon niet eten. En dan werd het dan de dag van tevoren werd er gewogen voor de wedstrijd en dan wogen ze dus nou, 68 kilo. Gingen ze daarna gewoon normaal eten? Wogen ze tijdens de wedstrijd gewoon 75 tot 78, weet je wel. Je Dat, komt de meest extreme ja, dingen tegen. Of, of wel eens ja. van die UFC-laar die dan, nou, de kilootje, zeg maar, een kilootje, nou, is, is te veel of 800 gram of zo. En dan zijn ja. ze dan, dan zijn ze al helemaal droog. En dan gaan ze dus een theedoek vullen ze met ijs. En dan gaan ze daarop kouwen zo. En dan komt er dus helemaal kwijl... En dan spugen ze dan in zo'n emmer. En op die manier raken ze nog het laatste Ocht, beetje kwijt. Ja, yeah, zo. Dus wat dat yeah. Maar je ziet het ook op die wedstrijden: ja, dat, dat bepaalde bodybuilders die dan op een paal, in een bepaalde gewichtsklasse uh, moeten komen. Yeah. Voor mij was het niet belangrijk, omdat mijn gewicht ook niet uh, werd uh, opgemeten. Yeah. Maar die, die bodybuilders die, uh, die, die nog te zwaar zijn, dat ze niet goed kunnen laden, dan moeten ze. Gaan ze ook wel gewoon rondjes rennen voor, uh, ja. voor uh, theater bijvoorbeeld. Dat heb ik ja, ook gezien. Ja, in vuilniszakken Ja, ja, ja. <laughs> ja echt uh, ja. de meeste... En bij ons was het in een regenjas dan uh, touwtjes springen... ...toen je alles eruit oh, ja. oh Ja, ja is ja was ook vrij heftig. Dus het is ook gewoon... <laughs> ik vind dat ook, ook lastig als het om gewicht gaat. Van, ja. uh, dat of, je dan op een bepaald gewicht moet komen... Ja, ik, ik, heb wel, ik weet wel dat ik toen tijdens. Uh, ik, 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 ik heb uiteindelijk één wedstrijd gedaan, maar mm -hmm. het was heel veel voorbereiding voor meerdere partijen dan, die dan weer niet doorgingen. En uiteindelijk was het echt op een gegeven moment. Het begon met dat ik 82 was en ik moest 68 zijn. Ja. En toen ja. binnen een half jaar heb ik dat toen gedaan. En dat vond ik al. Nou, tot, tot, dat is ik, heftig, ja, Ik ja. zag dat mijn lijf echt gewoon oh. al mijn kracht weg. Maar ja. Ik, ja, ik had echt nul verstand ook. Ik was een beetje veel 21 of zo. Ik heb geen idee hoe het allemaal is. Ja, dat ik op een gegeven moment aan het knokken was en dus dacht ja. van ja, ik sla het op zijn bek. En hij, 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 ja. hij, 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 hij gaat gewoon niet eens opzij met zijn hoofd, weet je wel. Wat de ja. fuck is hier aan de hand? Ja, ja dat dus gewoon dat mensen ook zeggen van ja, ja maar ja, het gaat nu wel sneller en zo. Maar ja, het is toch uh, anders. Je bent toch wel minder, uh, minder hard dan een slag. Zo, ik, ik map uit volle kracht, weet je, wat daar heb je het over. Yeah. Maar ik denk dat als ik het nu over... Ja, ik, ik ga het sowieso niet overdoen, maar als ik het, het kost te veel tijd. Maar mm -hmm. dat, ik ben nu op mijn sterkst ooit zeg maar. Dat, ja. Ja, dat is ja. Echt bizar, omdat je, hoe je dan denkt van... Oh shit, ik kon niet eens... Logisch, als ik nu denk iemand op zijn bek zou slaan, dan zou ik hem breken, denk ik. Ja, <laughs> dat, uh, ja, ja. maar dat is toch altijd zo met, met het proces. Dat vind ik in mijn proces ook wel. Dat ik denk van, nou, als ik, uh, als ik nog eens terug mag kijken, dan wil ik nog wel iets meer ervan willen weten. Ja, want er zijn je ook bent zo'n die... rookie ben je dan Ja, van, want ja. Je, gaat, je gaat, je volgt ook andere mensen op. Je moet ook wel, je ja, je maar pakt pak kennis die, die maar je paraat kunt, is, zeg maar. je kunt in, in, in het proces zelf, kun je gewoon lastig zeggen van... Uh, uh, ik wil overal controle op hebben, want dat zou misschien ook wel je gedrag uh, beïnvloeden. Dat je misschien denkt van, nou, nou daar heb ik er niet voor over. Yeah. Want ik heb heel erg uh, gedacht van, uh, ik heb een afvinklijstje op een dag... en ik moet uh, ik ben, dit nee. en dit en dit doen, want anders dan komt het niet goed. Dat heb ik alleen maar gedacht. Dat dus is precies, precies echte, wat ik ook altijd had, dat ik, dat, ja. dat ik gewoon inderdaad zilvervlies... Uiteindelijk kon ik dus aan al die wedstrijdvechters die dan vroeg van, ja, wat moet je dan eten? daar nou, kwam nooit echt een eenduidig antwoord nee, uit. Nee, dat had ik <laughs> <laughs> ja, Mensen vroegen ook aan mij de hele tijd, wat eet je dan? Ik zei, ik wil niet over eten hebben. Nee, ja, <laughs> Ik voel me niet goed. <laughs> maar ik hoorde dan ik van die ook dingen die vielen dan wat vaker, zoals inderdaad rijst, tonijn. Tonijn, uh, ja, dat uh, ik uh, 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 Kwark, magere kwark. En broccoli. Dat waren dan een paar van die dingen. En je mocht ook, je mocht geen suiker, maar honing mocht wel af en toe. Wat? Ja, dat had ik ook gewoon ja, ja. Ja. Dus dan, dus op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, dus, dus kwark voor ontbijt. En dan um, kookte ik altijd een grote pan met vleesrijst <laughs> En dan nam ik altijd gewoon mee in een bakje. En gewoon van die uh, tonijn in blik. En dan deed ik dan open. Op een gegeven moment was dat dan bij mij op de studie gewoon al mijn vrienden. Die zeiden tegen me, gaat hij weer met zijn katten voeren? Ah, en dan word ik ook, het allemaal door elkaar heen. Zo, in in nog... de klas. Oh. Of havenmout om droger te worden. Dat was ook iets van, dat je dan niet eet... Ja. Maar dan wel alleen maar havenmaal met, met, met koud water. Dan een binnenjakker. Oh, <laughs> echt? Maar oh ja, whatever it ja. takes, weet je? Ja, yeah. <laughs> ja. Ja, ik heb het nog steeds, whatever it takes. Als het moet, ik, ik heb het toch ook een keer gewoon echt drie maanden alleen maar vlees gegeten. Ja, 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 ja. Oh ja, dat weet ik van jou. Ja, ja, ja. ja whatever ja. it takes. Ja, ja en. Uh, ik, ik, sprak <laughs> ik sprak gisteren ook nog een persoon die eigenlijk ervan overtuigd was: van... Uh, ja, ik moet uh, bananen eten, ik moet uh, uh, ontbijtkoek eten. En uh, nou, dat uh, ja, ja dat is, dan is het uh, aan mij dan ook om dan gewoon te knikken, <laughs> te knikken. en verder knikken. denk van: we don't go down the rabbit hole. Weet ja, wel? Ja, dat is, uh... je wel, je moet niet van mij een antwoord verwachten. Nee, nee. <laughs> ja. Ja, ja. Want wat zijn bijvoorbeeld. Uh, nou ja, ten eerste vind ik super vet dat je vanuit je opleiding die, die ruimte kreeg. Ja, zeker. Want dat doen ze gewoon veel bij de, bij de Hans Hogeschool? Ze dus, uh, stimuleren heel erg uh, topsport. En. Um, de, uh, natuurlijk is dat uh, ook wel heel belangrijk had, uh, dat. dat je gewoon als uh, sportprofessional. je, je kunt uh, ontwikkelen in je, in je sport. en daarnaast je opleiding doen. En. Um, Alleen bodybuilding werd niet al, al, per se als uh, professionele uh, topsport. Uh. Dat wordt niet zo gezien. Daar zijn ze niet zo happig op daar. Uh. Dus dat was ook wel nieuw en er was nog een, een, een jonge... Maar is dat nog steeds zo, denk je? Of is dat nog de tijd gegroeid? Ik, er, er zijn nog wel mensen met mij geweest die ook destijds uh, het podium hadden betreden. Uh, ik denk dat dat. Uh, ik durf dat niet te zeggen. Ik denk wel dat ze daar iets soepeler in zijn geworden. Ook uh, omdat ik heel erg kon uitleggen wat het voor mij had. Uh, wat, wat voor een bijdrage het voor, voor mij in uh, ontwikkeling heeft. Uh, ja. Het betekent gewoon, uh, ja. Want wat heeft het voor jouw ontwikkeling betekend? Ja, ik, ik had dat echt, uh, ik, ik had dat wel echt nodig. Uh, uh, om die uitdaging aan te gaan. Um, ik, wou, ik wou echt uh, per se uh, het proces van uh, nou, topsport wel bedrijven, waar ik wel, wel uh, mee heb gemaakt. En uh, ongeacht wat iemand er ook van vond, want uh, vooral in jurysport is dat uh, is best wel een hele harde wereld. Iedereen heeft wel een mening. Yeah. Uh, en als je niet eerste wordt en je wordt uh, bijvoorbeeld uh, ja, derde, dan zijn er mensen ook die gewoon in één keer hun mond uh, optrekken. Dus kreeg je ook wel harde kritiek. Dus, oh, echt? Ja. ja. Maar Zoals dat was wat? Wat uh, zegt men dan? Er, er waren. Uh, uh, ja, natuurlijk. Dan gaan uh, mensen zeggen van. Uh, uh, over de eerste wedstrijd, bijvoorbeeld. Uh, kreeg ik ook wel harde kritiek dat iemand anders had moeten winnen. Omdat zij in hun ogen. Uh, nou, ik was dan meer uh, uh, Bambi die in de spotlights uh, uh, keek. En uh, dat ik niet had mogen winnen. Want, uh, ze kon, wat, want ik kon er wel zo mooi uitzien. Maar uh, ja, dat was niet, uh, was niet eerlijk. Och, jezus. Ja, 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 maar, maar, ja maar dan uh, ja. Maar dat soort dingen. Of. Uh, uh, de, de, ja, er de, de zijn, zijn. Wat doet dat met je dan? Psychisch? Eigenlijk. Uh, ja, eigenlijk had het niet zo heel veel meerwaarde voor mij. Destijds. Ik vond het wel even vervelend. Dat, ik dat je denkt van. ha. Huh? Van, uh, ja, waarom is het nodig om zoiets te zeggen? Uh, je, je, je kent me niet eens. Dat was mijn eerste reactie. Je kent me niet eens. Je ja. weet niet eens waarom ik het heb gedaan. En verder uh, heb ik me heel erg op mezelf gericht. Omdat ik uh, de hele publiciteit van uh, uh, bodybuilding... vond ik, uh, ook niet heel interessant. Nee. Ja, want daar ben je ja, dan, ik dan van... benaderd door... Bedrijven of merken of iets van. Yo, wil je wat voor ons? Jawel, doen? jawel er, waren, er waren wel uh, uh, online bedrijven. Uh, of, of juist uh, coaches vanuit Nederland uh, die die uh, potentie zagen. Ja, ik had heel erg de focus op mijn studie, dus ik heb uh, dat ook echt afgehouden. Ja, je bent er ook gaan, daarna mee gekapt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Uh, ja ik had nog jezelf. een keuze om uh, door te gaan. Uh, ik mocht door naar uh, Nederlandse kampioenschappen. Ja. En toen had ik mijn tentamens. Uh, dus ik had, ik had ja. eigenlijk al wat uh, eerste kansen van tentamens en verslagen laten gaan. Ja. Toen dacht ik, ja, maar dit is wel mijn pro Ja. En dat ja. is veel veel belangrijker om mijn peta binnen te slepen. Dus ik heb, dat eigenlijk, ik heb de Nederlandse kampioenschappen gelaten. Oh, Toen wat, dacht ik, uh, wat goed van jou, want ja. ik, ik bedoel, uh, ja. er zijn genoeg mensen die dat dan ja, dat niet zo zien. Kost, ja, maar ik had, ik had ook zoiets van, uh, uh, hoeveel kwaliteit ga je nog neerzetten om zo'n lange tijd weer door te diëten? Want je moet dan even zitten, een periode tussen november ja. en april. Uh, dus de uh, Nederlandse kampioenschappen waren in april. En dan zou ik uh, dan weer uh, een wedstrijd mogen doen. Dus, maar uh, um, dus de maar hele voorbereiding, voor je het, het, je moet, dan heb je die focus niet meer. Ja. Ik moest um, gewoon bij alle colleges en lessen aanwezig zijn. En uh, ja, dus ik heb uh, ook wel gedacht van ja, ik moet ook wel een backup plan hebben. Ik bedoel, ik, ik heb het meegemaakt. Ja. En, uh, uh, ja, je leert er veel van. Ik, uh, ik heb gewoon gemerkt van... Uh, ik vond het proces gewoon heel interessant. Uh, wat ik heb doorstaan. En ik heb uh, geleerd over mezelf. Hè, dat ik uh, uh, doorzetten ben. Discipline heb. Ook wel weet van dat mindset echt alles is. Maar ook gewoon met voeding. Dat wat, wat je ook moet eten. Hè, ongeacht die uh, pff, Nou, dat rijst. Wat het ook allemaal nu ja. was. Tonijn. En ja. uh, nou... Dat het eigenlijk ook niet zo heel belangrijk was. Um, ja, want ik heb natuurlijk gewoon ook in mijn voorbereiding zijn we nog een keer naar een festival geweest. Ik en mijn vriendinnen. Yeah. En uh, <laughs> toen heb ik bakjes met uh, uh, rijst, um, uh, bonen en uh, weet ik veel, tonijn, meegenomen met 30 graden in de trein. Zonder cool, cool elementen, Maar ik moest uh, kosten wat het kost, moest ik uh, yeah. het eten eten. Nou. Ik heb het net buiten de hekken kunnen uh, stoppen <laughs> en de hele tijd uh, opgegeten. Mijn vriendinnen namen nou, dat niet in de dank af, natuurlijk, in de trein. Dus <laughs> die trein. Vette stank, dank, ja. So. Oh, wat heerlijk. Ik kom ja, echt mensen tegen neemt... die zo te <laughs> <Ja, laughs> ja, Ik had wel een ja. voedselvergiftiging kunnen hebben, natuurlijk. Ah ja, natuurlijk. <laughs> ja. Ja, had gekund, ja. Maar well, whatever it takes, <laughs> ja. Ja. was je daarna gewoon nog slanker geweest? Ja, precies. Droger. Ja, alles, wat, <laughs> alles moest goed gaan. Uh, ja. ja. En ja. hoe sta je er nu in? <laughs> nu dacht ik wel, er zijn wel meerdere wegen naar Rome. Ja. <laughs> ja, nu sta ik er echt, echt anders in. Ja, ik zou uh, uh, het proces meer zelf in, de, de regie zelf in de handen, de regie in de handen willen nemen. Om uh, nou, bijvoorbeeld het proces van voeding uh, zelf te doen. Ja. Training, dat, dat vond ik nog het allerbelangrijkste. Ja. Ik denk van ik, die vraag die ik toen had. Daar, daar, daar heb ik nu veel meer antwoorden op. Dat ik denk van, uh, nou, dat is echt. Uh, het kan heel interessant zijn, maar ik heb niet uh, zoiets van ik ga nog een keer uh, op dat podium staan. Nee, Want het is wel heel die, veel. Die powerlifting-kant op aan het gaan. Toch? Ja, nu powerlifting. Dat is een veel fijnere. Ja, dus, het is zo de, de druk van dat. Uh, dat goed slecht of wanneer is het goed genoeg, yeah. uh, uh, je, je kunt het veel meer uh, in resultaten managen. In, in, in je programmering. Dat je weet van. hé, hey, ik heb een doel yeah. die doelen stellen. En ik uh, kijk naar mijn zwaktes. In, in, in lift. En ik wil gewoon efficiënter worden in de beweging. Dan kun je eigenlijk heel goed uh, en uh, ja, dan kun je goed uh, testen. Oh. Monitoren. Het, het is ook, het, het is ook ja. veel minder die... Want dat, dat ervaar ik zelf wel. Ja, mm -hmm. voor voor mensen die denken van, wat lult hij nou? Ik doe zelf dan ook aan het powerliften, zeg maar. Ja. En dan wat ik, wat ik dus echt yeah. ervaar is van... Yeah. Oké, okay, je zit er gewoon in en dan heb je een wedstrijd. En ja, ik stond er alleen maar zo keihard gewoon... Ik was vet blij dat ik gewoon vet mocht... Iets, mo iets mocht tillen of zo, weet je wel? En je zag echt allemaal mensen om me heen. Ik was allemaal vet zenuwachtig. <laughs> zo. Hè? Maar je krijgt... Je gaat niet een ring in, ringen, je krijgt geen klappen. Je hoeft alleen maar die stang <laughs> op te tillen of te dukken. Wat, wat is hier nou zo, zo, zo moeilijk aan? Ja, ja, ja. En volgens mij, ja, ik had heel, ja, gewoon goede coaches. Ruben van Eken yeah. en Nick Venema. Yeah. Die dan gewoon alleen, alleen maar naar nou, me kijken. Je neemt nog een blikje het boel anders dan. Waa, nog meer stuiteren, <laughs> weet je wel. <laughs> maar het is, het is veel vrijer. Het geeft je yeah. veel meer uh, rust als je die hele heftige peri periodes van diëten en zo al hebt meegemaakt ooit. En. Ja. En, en niet... Ja, het ja. Want eten staat er... Tuurlijk, je eet mm. natuurlijk gewoon wel rijk denk ik. Ja. He, voor je herstel. Ja, je en eet je neemt je neemt meer energie. dan je, ja. ja. Meer dan anders. En op ja. het moment dat je af moet vallen, is het Ja, het shredden zelf is... Ja, dat is ja. niet te vergelijken. Gewoon, dat is gewoon... Nou, dan Ik heb nog nooit in mijn leven 3200 kilocalorieën moeten eten. Op een gegeven moment moest ik dat dus doen. Ja. Toen... Ben ik, er zijn allemaal liefst met 25 kilo gegroeid. Echt in twee of drie maanden of zo. En dat heb ik toen een beetje te hou, behouden. En toen gingen die calorieaantallen omlaag. Nou, uiteindelijk, ik heb ook, ik heb ook andere, andere doelen, maar dan uiteindelijk naar rond de 2200. Maar toen zat ik echt zo makkelijk in mijn categorie, zeg maar. Ja. het was echt niet, uh, niet te vergelijken. Nee, met, uh, niet te vergelijken. Met, met de pijn die je mentaal moet doorstaan en ja. fysiek. Ja. En echt dan uh, echt droog worden, zeg maar. Ja, dat, dat is echt... Uh, 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 nou, ik heb dus nog geen wedstrijd uh, op de planning staan. December? Voor... Nou ja... Kiss het, Meet? Ja, het, het blijft wel interessant natuurlijk. Ja. Ik heb het heel vaak met Nick Venema ook wel uh, over <laughs> gehad. Uh, ja. Maar ja, goed. Uh, dat, dat, dat wat ik met bodybuilding ook een beetje heb. Van hey, ben, hey, wanneer is het goed genoeg? En wanneer kun je dan... Dat, dat, dat blijft wel een beetje dat ik denk van... Nou, laat maar eerst maar eens even... Uh, een Goed schema uh, draaien? Nou, volgens mij is het bij Powerlift zo van: winnen doe je toch niet. Er zijn lui die, ja, die al zo meer. lang in de game zijn dat dat, ga je, dat, dat dat gaat je gewoon bij de eerste paar keer sowieso niet lukken. Hm. Ja, misschien, misschien bij vrouwen is het anders, want het spel is voor vrouwen net wat jonger en we zijn wat veel meer rek in, zeg maar. Ja. Maar bij mannen is dat. Lang gewoon uitgespeeld, dus met ja. het is gewoon puur voor jezelf. Dus het mooiste is: je eerste wedstrijd is je mijlpaal en dan moet je bij je tweede, wed tweede wedstrijd gewoon die PR's gewoon breken en breken. dat is dan ja. gewoon makkelijk gewoon omhoog ja. werken. Ja, nou ja, wat dat betreft uh, uh, heb ik natuurlijk al even wat ruimte gehad om te kijken van uh, wat zijn mijn PR's en uh, die grote lifts. Ja. Ja, en uh, daar valt wel wat ruimte in uh, uh, met dit schema om. Uh, nou ja, het te verbeteren. Ja. 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 vet. nou, Ja, inschrijven voor die Kiss Me hier, ja. december. Ja. <laughs> gewoon doen. Gewoon, gewoon, ik heb mensen zitten gewoon echt serieus 50 kilo zien bankdrukken, beste. Dat is gewoon, dat ma maakt helemaal geen reet Nee, uit. dat maakt inderdaad ja. Uh, ja. voor de feel. Voor de feel, hè? Ja. ja. Dat, dat ja, het is ook wel wat ik heel erg merk. In, in uh, ik heb een uh, tijd lang zelf uh, juist uh, schema's geprobeerd te schrijven. En uh, ik heb dat echt nodig. Ik merk echt van ik vind het helemaal niet zo heel prettig als ik niet helemaal weet wat, ja, wat ik aan het doen ben. Dan, want dan krijg je dat wat je met powerbuilding ook, of met bodybuilding hebt, dat je niet. Uh, nou Dat het eigenlijk nooit goed genoeg is. Dat het eigenlijk wel altijd uh, dat je vaak uh, te vermoeid bent. En uh, dat is met powerlifting juist uh, niet goed. Nee. Als je te vermoeid bent. Nee, nee, absoluut ja. niet. Nee. Ja minimaal 7,5 uur slaap. Ja, <laughs> ja. ja. lukt ja. jou dat? Ja, ja, ja. Ik hou mijn ja. minimum slaap wel. Ja. Netjes. Ja. ja. En, uh, ik ben nu met Fennema uh, al, nou al bijna een jaar zijn we bezig. Ja. En ik had als doel gesteld van, uh, ik wil een boek schrijven over, dus waar we het begin over hadden van, ja. hoe, hoe krijg je dus dat lichaam wat bij die poster staat van six pack ja. in zes weken. Nou, ik train daarvoor ook al, train ik ook twee, drie jaar best wel intensief, maar meer ook vanuit mezelf. Eerst mm -hmm. was het heel veel calisthenics en toen dacht ik van... nou, maar ik ga mijn eigen scherms maken aan de hand van podcasts die ik luister en zo. Ja. Yeah. Maar ik moet echt zeggen, sinds ik... Ik heb met hem... Um, nou ja, echt tien maanden zijn we nu al, denk ik, wel op. Mm -hmm. Nou, nah, de, de vooruitgang die ik heb geboekt, dat heb ik nooit in mijn eentje kunnen halen. Gewoon, dus, dus gewoon, dat is gewoon ja, een goede coach. Echt. Een goede coach is echt... Is zo belangrijk. Zo belangrijk ja. en een goed schema. En iemand die zegt van, oké, okay, deze oefeningen werken wel voor jou. Deze oefeningen werken niet voor jou. Want ja, op een gegeven moment ga je... Ik, bedoel, ik kon met moeite één keer honderd squatten, zeg maar. Ja. En dat was echt een soort van, wow, epic ja. ding, zeg maar. En, toen, ja, en nu draai ik gewoon in een... Voorbereidend rondje op, op, op naar een piekschema toe zeg maar grote, wat grotere vo volume, wat dus vijf herhalingen betekent, met 102,5 makkelijk zeg maar. En dat niet eens in een jaar het is gewoon zo makkelijk gegaan. Zo ja, ja. heel even je eten aangepast, heel even je techniek aangepast, uitgelegd wat brazen is. In eentje kon je het zeg maar. Zo van wow. ja, gewoon yeah. zwaarder squatten, het, is gewoon, yeah. het is gewoon puur smaller staan, lichaam schrap zetten. Yeah dat is echt zo bijzonder dat dat je dat dat je iemand dat, dat je ik had een, als iemand mij dat had gezegd eerder dan had ik gedacht het ah, kan het kan nooit waar zijn dat je dat niet in je eentje kan ja. en dat ja, is toch wel ja dat is toch echt anders ja ik ja. ja. bedoel jij hebt natuurlijk veel meer coaching gehad vanuit het bodybuilden en dat soort dingen maar nou eigenlijk heb ik dat helemaal niet heel veel gehad ik heb het heel veel zelf gedaan ja um, maar dat dat, uh, zeg maar, de, de, als je spiermassa wil, uh, uh, hypertrofie, aan uh, en, en hypertrofie wil werken, en dat is ook voor powerlifting uh, ook wel belangrijk, natuurlijk. Mm. Want je moet massa aanzetten, omstekt te worden. Yeah. Maar bij, bij bodybuilding uh, uh, waren die drie dingen, hè, die, dat uh, mechanische spanning, metabolische stress en er was nog eentje. Je hebt aantekeningen mee. Ja, ik Mooi. heb aantekeningen mee. En uh, spierschade. Maar um, uh, in die tijd uh, werd er ook wel gezegd van uh, als je spierpijn hebt, uh, dat is wel een goed teken. Ja. Maar eigenlijk weten wij uh, ook wel dat dat niet. Uh, niet leidend is voor spiergroei. Nee. En dat uh, metabole stress, uh, dat mensen denken van... Uh, oh, dan, dan uh, ben je aan het opbouwen van, uh, hoe noem je dat? Uh, de de verzuring in je spieren. Ja. Maar het is juist een buffering uh, tegen versuring... wat je met metabole stress uh, uh, bewerkstelligt. Oh, echt? Oh, Oké. Okay. Ja. Ja. En, uh, en metabole stress is dus dat... Uh, 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 die eetpatroon, zeg maar. Dat nee, je, metabolische stress metabolische in, in, uh, in de reps. Ja? Dus in de herhalingen. Ja, dat juist met meerdere herhalingen. Keep your muscles guessing, dat is het, ja. toch? Nee, ja, <laughs> ja. ja dat, dat wordt gezegd. Nou ja. Ja. En dan mechanische spanning is echt wel het belangrijkste, dat je uh, de spierspanning behoudt. Maar, maar is dat niet het meest? Ik, dat, dat weet je vast ook wel. Als je zoveel traint. Ja. dan zeggen mensen van ja, maar dat kan niet. want dan ben je gewoon altijd kapot, zeg maar. Als je gewoon normale, normale calorieën onderhoudt. Mm -hmm. en je traint vijf, vijf dagen in de week. dan heb je eigenlijk nooit meer spierpijn. Nou, dat, uh, ik denk als jij uh, een kleine variatie maakt in je, in je training. en spier, spierpijn kan eigenlijk. spierschade kan altijd optreden. Hm. En niet eens altijd wanneer jij de. Uh, uh, weet of bewust van bent, dat kan uh, door verschillende factoren natuurlijk ook uh, ontstaan. Hè? Hoe je slaapt en hoe je stelt en hoe je eet. Ja. Bijvoorbeeld stress is een hele belangrijke. Maar spierpijn aan zich uh, hoort er gewoon bij. En ik, dat is maar niet. Heb je, niet... Heb, je, heb je dat niet dat je dan steeds minder spierpijn krijgt? Ja, ik heb wel maar... steeds minder spierpijn. Maar als ik bijvoorbeeld, uh, zoals nu ook met een nieuwe schema start een uh, andere samenstelling van training of, of net een positie, wat ja. anders is. Ja, dan, dan uh, krijg ik wel spierpijn. Ja. ja, ja maar niet zoveel spierpijn meer. Nee, het is gewoon meer stijfheid of het zo. Het is meer stijfheid ja. van... Uh, het is niet dat je echt ja. drie dagen niet kan lopen omdat je dan in één keer vet squat hebt. Klopt. Ja, je moet ook een beetje oppassen dat je <svind> natuurlijk niet al te veel last van je gewrichten krijgt ja. uh, met... Uh, uh, mijn ja. oma die kwam laatst trouwens met iets. Ik weet niet. Ja, dat is een van de slakken uh, <laughs> goedje. Dat is uh, he heli flexie heli of zo. <laughs> en zij zweer, okay, ja, okay. Ze, oma, die is Ja, mijn oma is ook gewoon echt de, 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 de richting de 985 of zo. Oh, oké. Okay. En die zei van uh, ja, ik kon, kon dus niet, niet meer gewoon normaal mijn, uh, ge gewoon mijn arm omhoog doen en het had overal pijn oh. want een beetje reuma-achtige dingen. Ja. Yeah, yeah. En toen is het dat, uh, dat slakkerslijm dus gaan nou ja, t, uh, drinken. Mm -hmm. En dan het moet dan in een bepaald schema. Volgens mij in het begin heb je een soort van uh, loodperiode. Dat het dan drie keer per dag moet. En op een gegeven moment is het dan elke dag gewoon een lepel. En ze zei van dat het binnen een maand gewoon... Is het gewoon weg. En ze, doet het, ze neemt het gewoon nu standaard. Zo. Dus toen zei ik tegen haar van... Yo, doe mij zo'n beetje... Ja, yeah, ja. Yeah. ja, ik bedoel, ik heb, heb zo'n last van mijn knie na, na, mijn la, na een... Nou, bijna een jaar geleden uh, uh, skiën. Ja. Yeah. Dus uh, vanuit de tijdbox oh, yeah. sta je altijd op je links voor. Dus dat is mm -hmm. altijd een hele veilige positie. Dus dat deed ik ook met skiën de hele tijd. En dus ik heb het net, net geleerd. En dit was mijn tweede wintersport ooit. Mm -hmm. En het ging redelijk goed. Maar ik dacht bij mezelf, hoe kan het nou dat ik heel veel kracht zet op die voorste knieën? En ik heb niet eens echt spierpijn bij mijn aanhechting of zo. Dus ik was daar echt verbaasd over. Maar ook een beetje dat ik me zorgen maakte of het wel goed zat. Yeah. Toen kwam ik terug. Toen ging ik verder met... Mijn schema waar ik was gebleven, en toen ging hij gelijk op slot. Daar heb ik echt gewoon maanden mee gelopen, zeg maar. Zo. En dat heb ik nu nog steeds al, oh, dat hij af en toe weer op, op slot gaat. Dus dacht, nou, dat is een gewricht, ja, moet uh, slakken spul gaan. Ja, oh, ik heb daar Vreken. nog nooit van gehoord. Ja, ik, nou, ja. ik, 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 ik weet niet eens hoe het... Flexie heli, helix of zo. Oh, ja, dat is wel een hele mooie, ja. 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 En dan moet ik zeggen, nou heb ik ook uh, even afgelopen. Geen, hm. uh, geen uh, blessures verder. Dat is wel fijn. Ik heb, ik heb, ik heb, ik heb wel uh, gehad dat mijn uh, stand van mijn voeten uh, die is niet helemaal goed is. Dus ik heb steunzolen. Ja. Yeah. Waardoor mijn heup uh, scheef stond. Ik had een stand in mijn uh, lichaam. Oh, shit. Dus dat uh, veroorzaakte in uh, heup- uh, en nekklachten. Uh, dus ik had vorig jaar een peesontsteking uh, in mijn heup. Oeh. Ja, dat is wel heftig. Want dan heb je de squat. Ja. Yeah. En dan uh, zak je er gewoon net niet helemaal goed in. En dan compenseer je. Ja. Yeah. Dan maak je, ik weet niet hoe je dat noemt, maar je gaat met je, met je heup bewegen in, in de positie. Dat maakt en, het uh, nog erger. Uit. Ja, ja. dat geeft dan onderrugklachten natuurlijk ook. En uh, ja, het is gewoon dan pure overbelasting van de pees. Uh, nou ja, en uh, aldoende, uh, ja, met vallen, ja, met vallen en opstaan, dan leer je ook wel wat. Ja. En, uh, ja, dan merk ik ook alweer wat jij zegt. Coaching is wel heel belangrijk. Ja, dat is echt, echt heel echt, belangrijk. Echt, echt al het geld waard. Ja. Wat je wat je. Nou je ja, ziet, ja. Tenzij je echt goede coaches hebt, natuurlijk. Ja, klopt. Maar, maar ja. Ik, ik denk dat we dat, dat wij allebei vanuit Fit wel uh, het heel erg getroffen hebben met de mensen om ons heen. Ja, uh, zeker met ja. De, de openbaring van uh, informatie ook. Uh. Ja. Dat. dat uh, met Jeroen ook. Die is altijd. Uh, deelt die persoonlijke trainingen. En uh, probeert mensen. Uh, zoveel mogelijk mee te nemen in. Ja. Uh, yeah, zijn ervaring, maar ook zijn, zijn kennis. En ik vind dat echt wel heel waardevol. Ja. Ik bedoel. Uh, uh, ik, ja. Dus ik, heb, ik heb altijd met hem. Dus, dan komen we elkaar weer tegen. Dan doe ik weer iets een of ander vaag experiment, zeg maar. Ja. <laughs> en als. En dan lacht hij zo en zegt dus, oké, okay, maar uh, oh, hoe, hoe uh, ervaar je dat dan? En ik zeg, ja, ik is fucking awesome, bla, bla, bla. Zo je wel, veel bulletproof koffie of zo. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. ja. Dan zegt hij, oké, okay, nou, ik ga het niet doen. ja, yeah, ja. Yeah, yeah. <laughs> Ja. <laughs> ja. is zo mooi. Of ja. Ja, over dat vasten. Ja. Ik heb ook acht uur geslapen. Ja, ja, ja precies. Ik heb ook acht ja, uur geslapen. Ja, maar daar ben ik nog steeds niet van af. Dat, dat hou ik nog wel vol, maar dat is ook gewoon meer mentaal dat ik dan weet van, als ik tot twaalf uur niet eet, dan weet ik gewoon dat ik sowieso niet meer over mijn calorieën heen ja. ga. Zeg maar. als we, dat, ja. dat, dat, dat vind ik eigenlijk ook wel een hele goede uitleg. Ja. 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 Dus ik weet niet hoe, in hoeverre het verder. Ja, er zijn volgens mij onderzoeken waarbij, waarbij wordt aangetoond dat uh, vaste voor een, een langere periode, misschien 24 tot 48 uur, yeah. spiergroei bevordert. Oké. Okay, yeah. En de theorie daarachter is, ja, ik, 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 waarschijnlijk gaan heel veel mensen me daarop corrigeren. Maar <laughs> vol, wat ik ervan begrepen heb, is dat, is dat je lijf zegt, omdat de insulinelevels naar beneden gaan, yeah. heeft je lichaam meer ruimte om uh, groeihormonen los te laten om je om je lijf even goed te cleansen, als het ware, Zo mm -hmm. van uh, processen die normaal gesproken onderdrukt worden door insuline als hormoon, komen nu in één keer tot bloei. Klopt. Ja, ja. Maar dan moet je wel natuurlijk wel daarna weer goed genoeg eten om dat weer bij te werken. Ja. ja dus dat het, omdat het niet afbrekend gaat werken. Zo een stukje mindset. Uh... Wat er bij om de hoek kon kijken. Ja, Zo. <laughs> ja. Maar dan, ja, want ik heb ook wel um, intermittent fasting uh, gedaan. Ja. En wat, wat mij een beetje, mijn ervaring wel een beetje is, dat het, je, de, uh, je gaat ook wel heel erg weer met je focus op van, uh, oh, ik moet nog zoveel uur, oh, mag niet uh, eten. Je blijft toch wel een beetje van, uh, je, uh, heel gereserveerd van. Uh, Angst. Ja. Yeah. Ja, daad, ja, nou ja, weet je, het is ook niet zo als je minder eet, gaat je, hoe noem je dat, uh, je verbruik uh, ook natuurlijk om laag. Ja. Dus uh, als vrouw zijnde ook, ik kreeg wel uh, op een gegeven moment ook wel uh, last van uh, tintelende vingers. Maar dat je is koud... het voor vrouwen ook helemaal yeah. niet uh, oké okay om te intermittent vasten, heb ik gelezen. Klopt. Ik had daar mijn vriendin yeah. ook een soort van uh, gepitcht en toen yeah. uh, uh, is zij... Ik heb kan er doen. ook niet heel veel voordeel van ondervonden, maar ja. ik weet niet of het aan mij ligt dat ik dan jullie ook te hebben... veel calorieën uh, had ingenomen. Maar ja, een vrouwen ja, vrouw, vrouw. lichaam, volgens mij is het ook dat, dat jullie hormonenspiegel heel anders werkt dan Klopt. bij mannen. ja. En dan kan je ook problemen krijgen met je ongesteldheid en dat soort dingen. ja. Dus, uh, ja. ja. Dat, dat, dat is ook altijd weer zo'n, die bro-science-achtige dingen zijn ook altijd een beetje. Ja, het is ook natuurlijk wel weer een, uh, een hype. Ik hoor dat de laatste ook nog wel uh, over dat het vooral ook, uh, denk ik, onder de crossfit is. Ik weet het niet zeker hoor, maar dat het. Er was een programma op televisie ja. en. Uh, dat, dat, dat dan werd het intermittent fasting wel heel erg aangeraden... Of misschien wel dat hele lange vasten. Ja. Ik weet niet eens hoe het heet. Vaste. Maar ja. Vasten. Ja. ja. Niet eten. Ja. Maar goed, uh, ik denk dan blijf vooral bij jezelf hè, en wat dan werkt voor jou. Want uiteindelijk uh, leidt het wel, ja, het is gewoon belangrijk dat jij uh, in je dagelijkse uh, behoeften, uh, ja, goed, hè, je werk kunt verrichten. En uh, dat het je vooral niet mentaal tegen zit. Net als met bodybuilding, dat vind ik ook niet. Uh, het is ook niet voor iedereen, denk ik. Nee, nee, nee dus dat is een hele wel. opoffering. Ja, en, uh, ja we hadden het laatst met, yeah. met, met Jeroen over dat, uh, dat het heel duidelijk moet, moet heel duidelijk zijn op het moment dat mensen uh, zich aanmelden Ergens van bij een coach of bij yeah. een website als fit.nl. Yeah. Dat je dan uh, dat je gelijk heel eerlijk in hun gezicht moet zeggen: hoe, wil je er zo uitzien? Dan, dan is dit wat jou te wachten staat. Heb je dat ervoor over? Ja, of nee. Ja, gewoon vijf dagen in de week, zoveel uren. Ja, dit, realiteit. Ja, en niet, niet mooier maken dan het is. Ja, want ja. Het, het is, dit zijn de resultaten die je alleen dan op die manier behaalt. Er is niet een, echt een, een, een echte hack of zo. De echte hack nee. is het gewoon doen. Nee, ik heb ook, ik werd ook, ook, ook mensen van FIT die vroegen mij ook van... Ja, wat, hoe, hoe ziet het eruit? Wat moet je doen? Ik heb op heel veel dingen eigenlijk helemaal niet een kant-klaar antwoord. Want volgens mij is die er ook niet. Nee. Ik weet wel dat het een heel consistent plan moet zijn. wat je heel lang moet vol kunnen houden. Uh, dat, dat je zet ook een... gewoon heel veel opzij. En vooral sociale uh, activiteiten. Gewoon met, met, met vrienden. Heb je vrienden verloren door je bodybuilder? Uh, nee, ik heb wel vrienden uh, gewoon echt wel een soort van op afstand. Uh, Gezet. Ik heb heel duidelijk uh, mijn leefstijl uit, uh, uitgelegd wat dat inhield en wat mijn doelen zijn. En er heel standvastig in geweest. Maar um, ik, vind, ik vind wel dat je er wat uh, uh, minder sociaal van werd. Ik heb mezelf uh, bijvoorbeeld uh, uitgaan, heb me heel erg ontzegd. Etentjes. Ja, er zijn toch, zijn toch dingen uh, waarin je op de proef wordt gesteld om heel. Flexibel uh, met, met je voeding om te gaan. En nu weet ik dan natuurlijk wel hoe je dat een beetje uh, creatief uh, uh, kunt managen. Hoe dan? Ja, hoe dan? <laughs> ja, nou ja, ik, ik denk dan altijd maar zo van: die, die moet ook bijpassen. Ik uh, zelf vind het niet fijn om uh, helemaal vol te stouwen met uh, voeding. Dat uh, heb ik ook de afgelopen jaren eigenlijk absoluut niet gedaan ook niet naar zo'n bodybuilding-wedstrijd... om terug te komen. Uh, maar ik vind het wel lekker om gewoon... Uh, niet, niet uh, te veel zorgen... gewoon uit eten te gaan. En dat dan doe ik dan... Terwijl je geen je voeding tracker ja, even, nog even nee, bijwerken nee, Absoluut, ja. <laughs> <laughs> ik heb uh, geen voedingsapp. Nee. nee, ik uh, doe het eigenlijk gewoon heel erg uh, intuïtief in mijn hoofd. Ja. Dat vind ik echt het meest fijne, want ik denk van... Uh, ik sta ook niet altijd hetzelfde op. Ik heb ook niet altijd evenveel honger of zo. Want ik eet best wel goed. Dan denk ik van, ja, als ik om mijn activiteiten, dus sport, goed eet... Mm. Dan hoef ik daaromheen ook niet heel veel zacht te maken als ik dan een keer iets minder eet, bijvoorbeeld. Of ik ga een keer uit eten. Maar ja. zag ik gewoon dat ik gewoon uh, daaromheen wat minder eet. Ja. Dus dat is gewoon. Uh, je hoeft maar een paar honderd uh, calorieën minder of zo. Ik ja, weet maar je moet nog het net zit... weten wat, waar het om in zit. Weet je? Ik bedoel, ik, ik weet nog wel op een gegeven moment. Toen werkte ik bij het dagblad, deed ik dan avondshifts. Ja. En dan haalde ik uit de automaten een gevulde koek. En dat is dan. Denk oh, van, ja. oh, een gevulde ja. koek. Nou ja, oké. Okay. Vette honger, geen eten meegenomen. Ja. <laughs> dat is echt jaren geleden. Maar dan, dan eet je zo'n ding op. En dan, dan heb je na een uur heb je gewoon nog veel meer honger. Omdat je schrijfspiegel so, crasht. Yeah. Maar dan yeah. ga je op een gegeven moment ga je loggen dus in je in je voedingsceptoren dus oh. voor het eerst kreeg. Het was het ding 450 kilocalorieën. Gewoon yeah. één fucking yeah. koek uit de automaat. denk yeah. Oké, okay, dus dan ik mocht toen iets van 1900 kilocalorieën eten. Dan, van, ja, dat is gewoon bijna een vierde van. Ja. Van, je, van je dag zit gewoon één ja. zo'n fucked-up snack. Ja, en nou, dan nou heb ik het geluk dat ik ongeveer wel weet wat gewoon in gezonde voeding zit. En ja. dat ik, ik me daarmee verdiept. Ja. En dat ik wel weet van, nou ja, ik vind, nee, weet je, ik vind het heel belangrijk. Uh, ik hoorde gisteren ook nog dat iemand zei van... Uh, oh, dan neem ik uh, naar de club mee, neem we bananen mee in de avond. En dan een uh, 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 um, ontbijtkoek. En dan denk ik, jeetje... Oh, dat is wel heel veel, heel veel suikers, maar ook gewoon heel veel snelle suikers. Ja. Uh, ja. het maakt, het lijkt mij dat het heel lastig is, omdat je dan, wat jij al zegt, uh, na zo'n koek heel snel nou ja. weer honger krijgt. Ja. Uh, ja dus dat ik maakt denk het, dan altijd erger, van, ja, eigenlijk. je de basis eigenlijk gewoon, uh, zorg je wel genoeg groente. Vezels naar binnen Gewoon krijgt. drie van die gekookte eieren in je yeah. jas. Ja. Yeah. <laughs> en stiekem afeten. En zo Taaktaak op de plee. En dan even... Dat gaat wel... Even een slokje cola. En yeah. een light. Cola zero. <laughs> ja. 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 Ja, Zeker. Nee. Nee, dat... Is, ik denk niet dat je zo ver moet willen gaan. Ik denk... <laughs> ah, ik ben er toen in staat <laughs> ja. ja. Maar... Ja, het is, het is heel lastig. Want ik, ik ben zo gewend om in een bepaald regime al te leven dat ik niet uh, heel erg de neiging heb om door te schieten naar. Uh ...extreem of zo. Je uh. wilt het is al heel extreem, is het al? Ja, ik is vind dat wel al fijn allemaal. <laughs> dat het, al uh, het van? Ja, het was <laughs> al zo extreem. <laughs> Gaan we naar de andere kant? Toe? <laughs> ja. Want <laughs> ja, ik heb het bij mezelf bijvoorbeeld dan, uh, nou, ik bedoel, ik zat al echt, al, uh, ik zat al vrij extreem, van, ja. okay, zoveel, ik, 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 had al gewoon sinds die uh, zo'n challenge met jeroen, want ik had, altijd gewoon volgens mij al drie jaar 1900 kilokalorieën op een dag, zeg maar. En ik vond het heel raar dat ik gewoon niet sterker werd. <laughs> en ja. Toen ik met Fellema ging werken. En die, die heeft me toen gelijk gewoon eens van, van 1200 kilo kilo hierbovenop geknald. Ja. en dan dat, ik dacht: hé, mag dat? Maar dan word ik dikker. Zo ja. Je moet het gewoon, je moet me hierin vertrouwen, zeg maar. Ja. ja. En maar dan. Uh, maar wat, wat wilde ik hier nou mee zeggen? Dat. Uh, uh, ik was gewoon door de hele tijd ook al heel, heel erg, extreem bezig met, met structuren en rigide. Mm -hmm. Alles zo tak, tak, tak. Dus ja. Het kan, het, 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 ja, het is heel het fijn. Ja, het is heel voor fijn voor jezelf, als, maar niet uh, voor je omgeving. Nee, nee klopt. Maar, is, maar het is wel fijn inderdaad dat, je, uh, dat, 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 dat er iemand is die jou uh, kan helpen met monitoren van, uh, van je gedrag ook. Dat je bewust wordt van, uh, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Dat het niet altijd... Uh, vond ik vond het wel eng hoor, om het handen te geven. Ja, ja is het ook. Ja. Bijvoorbeeld met, 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 met thai Box is het je trainen, maar die staat een soort van sensei ja. boven je. Dus dat maar voeding van... is sowieso uh, ja. Ja, is zo, zo fragiel of zo. Om daar. Uh, mensen altijd goed en slecht uh, denken. Hè? Dat als ze dan uh, even weer terugvallen, dat, uh, dat er geen weg meer terug is ook. Ja, dat, uh, ja dus, dus altijd, je komt altijd in zo'n spiraal, denk ik. Als je bijvoorbeeld één Snickers eet, terwijl het niet mag... Dat je dan denkt van, ja, nou, ik ben hier toch nou... Ik heb nu toch al een snickers gehad. Ik heb nog wel chips eten. Dan kan nog wat ja, doen. Dat, dat hoor je vaker. En maar het is gewoon, je het, kan altijd stop zeggen. Dat is ja. het fijne eigenlijk. Wat je, je, het is nooit te laat om... En er komt wel weer een moment dat je ook ja. nog wel een keer weer een uh, pizza of een snicker uh, ja. gaat eten. Maar ik denk dat het dat, 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 dat genieten van het moment uh, nu ja. zo belangrijk is. En, en uh, ook met die trainingen. Zo'n proces. Ik vind dat dat... Uh, dat uh, Mensen vragen wel eens van hoe, hoe hou je dat voor? En hoe, 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 uh, ik kreeg gisteren nog de vraag of ik uh, eh, dan wel naturel uh, ben, omdat ik dan zo droog uh, of afgetraind eruit zie. Ja. Ja, maar het is, het is een heel consistent proces. Het is niet, niet lineair, maar uh, ja, dat, dat, ja. Je kan er zo drie weken daarvoor heel, heel anders uitzien dan als je op podium staat, denk ik. Ja, ja dat is geen vergelijking. Dat. Nee. Dat is echt... Uh, maar dan, dan zie je het ook helemaal afgetakeld, heel moe. En soms ook wel uh, juist vocht vastzouden omdat je te, te veel uh, doet. Dan ja. moet je ook rust nemen. Het is lastig hoor. Het is echt moeilijk. Ja. Ja. En, ah ja, ja. En je bent nu afgestudeerd. Ja. Zo goed als of wel. Of, mm -hmm. Ja. Dus hoe, uh, wat ga je nu doen? Goeie vraag. Ja. Uh, nou, ik ben nu bezig. Ik, ik wil heel graag verder ontwikkelen in de sport. Ik, heb, uh, uh, ik wil gewoon eerst leefstijlcoaching met uh, personal training doen, ja. geven. En uh, daar ligt eigenlijk de focus op. Ik heb, uh, het, lig, het ligt nog best wel heel erg open. Ik heb hier en daar wel wat uh, connecties waarin ik uh, uh, wel wil solliciteren. En dan voor, uh, voornamelijk met... Uh, ja, een, een, een doelgroep wat, wat vanaf, uh, breed is gericht op vitaliteit. En ook uh, uh, misschien wel sterker worden, maar dan wel de hele mindset ernaast. Uh, dus een, ik, ik ben wel echt voor uh, een lange, uh, een lang plan: gewoon een, uh, een, een grote visie. En ja, dat mensen weten: van daar ben ik ongeveer naartoe. En dit is hoe ik het ga bereiken. Ja en minder uh, op het uh, fysieke dat, dat, uh, uh, dat hele snelle dat mensen zeggen van uh, hoe krijg ik uh, binnen zoveel weken een six pack of daar heb ik ook geen antwoord op <laughs> ja dan is gedrag uh, 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 aansturen van gedrag is gewoon te complex ja ja, ja. wat fijn dat je eigenlijk die hele fitte uh, mentaliteit overneemt gewoon ja. iedereen gezonder fitte ja. niet ja uh, yeah. Wat, wat, wie, wie zei het nou eigenlijk? Als je gewoon kijkt naar, naar modellen, zeg maar, en, en luiden die. die dat, dat is inderdaad wat jij ook zegt. Op het ja. uit, meest uitgemergelde zit je, zie je er dan uit. Ja. Het is zo'n korte momentopname dat het gewoon belachelijk is dat dat een ideaal beeld is. Maar het is het wel voor ons allemaal een beetje geworden. Ja, klopt. Uh, ik, 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 ik sta ook versteld van uh, wat van reacties. Uh, uh. Ik krijg altijd nog wel krijg over, uh, over de prestaties zelf. Dat dat, uh, ja, dat zo goed is. Maar ik refereer natuurlijk ook heel erg aan het gevoel dat ik uh, destijds had. Ik zou het uh, nu, nu voor geen goud uh, op dit moment uh, willen overdoen. Op de, uh, dat kan je ook meegeven aan je toekomstige klanten. Ja, ja. Heb je al een bedrijf? waar ik naartoe wil. nee of, um, of, of, of ik, eigen bedrijf. eigen of? bedrijf ja de, 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 ik ik dromen wel ja er zijn wel dromen natuurlijk van om uh, um, um iets uh, op te zetten. want je zei, leeftijd, le, leeftijd ja. coach en ja. trainen fitness. Um, nou mijn eerste stap is natuurlijk gewoon uh, inschrijven bij kamer, kamer voor koophandel. Um, ja dat is ik ik durfde heel weinig want dan uh, je wilt niet jinxen? <laughs> nee, nee, absoluut niet. Ja. Oké. Ja. Cool. Het ligt eigenlijk open. Want wat kun je zeggen van, oké, okay, ik heb binnen mijn studie dit allemaal zo opgedaan... ...dat ik weet dat dit mijn sterke punten zijn vanuit sport, wellness Ja, yeah, ik denk, denk de, de leefstijlgerichte uh, kant op. Dat is echt mijn uh, sterk punt. Mm -hmm. mm, meer de coachingsgerichte kant. De, mensen, uh, de menselijke kant om mensen te helpen en, uh, in, in gedragsverandering. Dat is uh, waarin ik me wel heb ontwikkeld binnen deze opleiding. Cool. Ja. 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 Nou, ik ben echt super benieuwd waar, uh, waar je over een jaar staat. Ja. Moet je maar weer een keertje terugkomen. Ja, dat hè? is echt. Uh, een goed plan. Toch? Ja. Dan ja. ronden we het hierbij af. Wauw, papa. Ah. <tie>